Kijk, is iedereen nu in één keer erin? Ja. Dan ga ik beginnen met iedereen welkom te heten. Welkom bij deze webinar, online lezing van door Frank Anreis, georganiseerd door Natuur en Milieu Team Zuid. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We hebben heel veel interesse in deze webinar. Dat is fantastisch. Hij zit helemaal vol. Dankjewel voor het logo, Frank. Ik weet eigenlijk niet of iedereen weet wat voor organisatie wij zijn. Dus dat vertel ik heel kort. Natuur en Milieu Team Zuid is een stichting. Wij zitten in Amsterdam-Zuid. Wij begeleiden bewonersinitiatieven. Dus bewoners die in hun buurt of in hun straat groene initiatieven willen beginnen, wat voor manier dan ook. En daarnaast vinden wij kennisoverdracht belangrijk en daarom organiseren wij nu in coronatijd dit soort online lezingen, waarvan dit er eentje is. We organiseren nog een aantal in de toekomst. En als je daarin geïnteresseerd bent, dan kun je je abonneren op onze nieuwsbrief via de website nmpzuid.nl. Welkom Frank. Goedendag, goedenavond. Ja, blij dat ik mocht komen. Ja, heel in het kort, misschien introduceer jij jezelf zo ook nog, maar ik ken jou van jouw permacultuurproject in België. Yggdrasil. En dat is het oudste permacultuurproject van België, heb ik begrepen. Ja. Je hebt heel veel ervaring met natuurlijk moestuinieren. En dat is ook de reden dat wij jou gevraagd hebben voor deze lezing. Ja, ik zou zeggen, ik geef het woord aan jou. En veel plezier allemaal met deze lezing. Dankjewel. Ik kom inderdaad van, of ik heb het project Yggdrasil in België. Misschien even kort schetsen wat dat juist is of hoe dat begonnen is. We zijn, denk ik, in nee, 1996 begonnen. Hebben we een oude vervallen boerderij gekocht. Ja, jullie moeten ons al kunnen horen, normaal gezien. Zijn er mensen die ons niet horen? Misschien even hiermee beginnen dan. Als je ons kan horen, kan je even in de chat typen. Links, rechtsonder, normaal gezien. Voilà, ik zie dat er heel druk getipt wordt. Sommigen wel, sommigen niet. Ik heb al een slide klaarstaan, want soms gebeurt dat wel. Als je niets kan horen, is de beste of de meest gebruikte oplossing is gewoon even uitloggen, terug inloggen. En dan helpt het wel, dan lukt het wel. Een snelle internetverbinding is natuurlijk altijd het gemakkelijkste. Maar dus, ik denk dat de meerderheid ons goed kan horen. Dus een boerderij, ik ga mijn webcam ook even iets anders zetten. Een boerderij die heel vervallen was, waar heel veel werk aan was en waar het ook een 2 hectare, 2,5 hectare landbouwgrond bij hoorde, die altijd gewoon gebruikt was voor een ja, gangbare landbouw, waar het altijd aardappelen, maïs en graan op gestaan heeft. En wij hebben dan ja, eigenlijk een manier gezocht om op een natuurlijke manier groente te kweken, om te tonen dat dat ook perfect mogelijk is zonder bestrijdingsmiddelen, zonder bemesting, eigenlijk zonder alle ja, gangbare manieren, maar gewoon in samenwerking met de natuur. Volgens de principes van permacultuur hebben we dat gedaan. En dat is wat het resultaat ondertussen. Een tuin die er helemaal anders uitziet, die vol staat met bomen, struiken, hagen. Eigenlijk totaal onherkenbaar is met wat ja, je zou verwachten van een productietuin. Die reis die wij gedaan hebben over de voorbije 20, 23 jaar, heb ik in een boek samengevat, 7 stappen naar een natuurlijke moestuin. En daarin staan eigenlijk ja, de verschillende stappen die wij cruciaal zien of noodzakelijk achten om eigenlijk ja, een moestuin of een stuk grond om te vormen tot iets waar je veel plezier aan kan beleven. Niet per se om groente te kweken, het kan erbij. Maar ja, het is ook veel breder natuurlijk. Het is een heel breed publiek ook vanavond, als ik het goed begrepen heb. Mensen met een moestuin, mensen enkel met een geveltuin, mensen die in potten op een terras kweken. Het is eigenlijk, het zijn universele principes. Het is zorg voor de bodem. Het is ja, eigenlijk gewoon observeren, kijken
experimenteren en op die manier eigenlijk een klein paradijsje ontwikkelen voor jezelf. En dat is perfect mogelijk op elke schaal. Dat ga ik vandaag ook een beetje proberen uit te leggen op 1,5 uur tijd. Daar kan je natuurlijk niet alles in vertellen. Ik heb er een paar punten uitgepakt. Het kan ook iets langer duren, het kan iets korter duren. Hangt ook een beetje af van de vragen die er gesteld worden. En rond 9 uur, iets voor of iets na, heb ik een korte pauze voorzien. 1,5 uur, 2 uur is natuurlijk heel lang om geconcentreerd te blijven. Dus dan kunnen we even de benen strekken, even iets drinken, even wat rondlopen en dan gaan we na een korte pauze terug verder. Zoals je ziet is er aan de rechterkant een chat. Je kan daar perfect vragen stellen. Er is extra tijd voorzien tussen de webinar, tussen de lezing door zelf. Je kan ook gewoon een vraag in de chat klikken als je iets wilt vragen. Als het verband houdt met waar ik mee bezig ben, voilà, Liana, heel goed om te horen. Als het verband houdt met iets waar ik mee bezig ben, dan zal ik ze direct meenemen, je vraag direct beantwoorden. Als het toch over iets anders gaat, dan hou ik ze voor het moment waarop we vragen gaan beantwoorden. Anders dan, dan verlies je soms de draad doorheen het verhaal en dan wordt het wel wat verwarrend. Misschien ook even zeggen, het is voor mij de eerste keer dat ik met een chat, met een videowerk of met een webcamwerk. Dus het is voor mij ook een beetje aanpassen en een eerste keer. Dus als ik straks toch eens wat rare gezichten trek, dat is omdat ik er niet van bewust ben dat ik in beeld ben. De onderwerpen die we vandaag gaan behandelen, de bodem. Ik denk dat elke tuin daarmee moet beginnen, of dat toch cruciaal is voor elke tuin. Ook over randen, wat volgens mij heel goed van toepassing is in kleinere tuinen. In stadstuinen, in randen aan de stoep, aan de straat die je wilt veranderen in een groene zone. En dan ook liefde. Misschien wat raar om dat in een webinar over moestuinieren of over de tuin erin te hebben. Maar naar het einde toe zal wel blijken dat dat toch wel cruciaal is. Of dat ik dat toch zeer cruciaal vind. Misschien nog iets anders vertellen. Dit programma gebruik ik al heel lang om webinars te geven. Het is een Amerikaans programma. Het werkt altijd heel goed, maar nu is het wel zo dat de laatste maanden wegens de coronacrisis op dit moment er altijd heel veel Amerikanen live gaan en dat het soms wel eens gebeurt dat we korte verbinding verliezen, dat er een slechte verbinding is. Je moet dan zelf niets doen, blijf gewoon online. Meestal is dat na enkele minuutjes opgelost en dan kom ik terug online en dan kunnen we gewoon verder doen. Laat ons hopen dat het niet gebeurt vanavond, dat alles vlot verloopt. Maar de laatste weken, moet ik toegeven, is er af en toe wel eens een probleem geweest. Maar dat zal vanavond hopelijk niet het geval zijn. Dan gaan we starten. Ik zal me even goed zetten. De titel is Circulaire Tuin. Maar dat is eigenlijk een titel die je voor veel dingen kan gebruiken. Oorspronkelijk, of in principe, zijn wij bij Yggdrasil een permacultuurproject. Dat houdt in dat wij werken volgens de principes van permacultuur. Ik heb er zelf ook altijd voor gekozen om niet echt dat permacultuur te benadrukken, omdat dat toch, zeker toen we begonnen, een onbekende term was. Maar het meer over natuurlijk tuinieren te hebben, omdat dat gewoon veel, veel duidelijker is. Permacultuur is een moeilijke term, vraagt altijd uitleg. Het is helemaal niet eenvoudig. Er zijn 3 ethische principes, er zijn ontwerpprincipes, 12. Hangt dan nog eens af wie je gaat volgen, welke uitleg je daarover volgt. Een definitie over permacultuur is ook heel moeilijk te geven. Dit is een van de betere, denk ik. Permacultuur is ook veel breder als enkel tuinieren. Het beslaat veel meer. Er zit ook economie in, bouwen, onderwijs, eigenlijk alles wat je kan bedenken. Maar als je dat gaat vertellen, die definitie, dan is dit meestal de blik die je krijgt van mensen waarmee je aan het praten bent. Als je gewoon zegt, ik praat over natuurlijk tuinieren, we gaan het vanavond hebben over natuurlijk tuinieren. Dat is direct veel duidelijker, dan weet iedereen wat je bedoelt. Het heeft natuurlijk wel enige nuances. In principe zit er een hele theorie achter, maar de praktijk lijkt toch heel veel op het circulair tuinieren. Zorg voor de bodem, respect voor leven, kijken naar de natuur, afval hergebruiken of afval bestaat zelfs gewoon niet. Dus eigenlijk, je kan het zien als synoniemen, alleen denk ik dat een permacultuurtuin, een natuurlijke tuin, toch in mijn ogen net iets verder gaat, net iets meer theorie en planning erachter heeft zitten dan wat wij verstaan onder een circulaire tuin of in Vlaanderen onder kringlooptuinieren. Maar weet dat dat allemaal wel wat in elkaar overloopt.
Permacultuur is ook niet iets dat volledig nieuw verzonnen is of bedacht is. Het is eigenlijk, als ik het misschien een beetje onrespectvol zeg, een samenraapsel van allerlei dingen die al bestaan. Ik zie het altijd als gewoon alle goede of beste technieken en tactieken van alle dingen die we kennen samenvoegen en daar dan gewoon heel goed kijken naar de natuur en dat dan allemaal kopiëren en samenplakken. Het is ook zo dat ik vanavond een uur en een half lang ga vertellen over dingen die wij doen in onze tuin. Het is meer, je moet, of het is niet de manier, ik zal het zo zeggen, het is niet de manier van tuinieren. Het is onze manier die wij naar gelang de voortgang in onze tuin gevonden hebben. Het zijn problemen waar wij tegenaan liepen, die wij op deze manier hebben opgelost. Het is eigenlijk vooral de bedoeling van mij vanavond om je een idee te geven hoe je kan tuinieren. Wat je kan bedenken, niet zozeer wat je moet doen, maar wel de manieren waar je het moet doen, wat belangrijk is in een natuurlijke tuin, hoe je daarnaar moet kijken, dat is eigenlijk meer wat de bedoeling is van deze webinar vanavond, meer wat ik wil overbrengen, niet van je moet dat en dat doen, maar meer je kan dat doen omdat er dat gebeurt. Je moet hier rekening mee houden, omdat dat daar een effect op heeft. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling, dat je er gewoon gaat uitpikken wat voor jouw tuin werkt, wat voor jouw omstandigheden werkt en waar jij je eigenlijk het beste bij voelt. Zoals gezegd, het eerste onderwerp dat we gaan aanvatten is de bodem. Heel belangrijk, de bodem is de basis als je gaat moestuinieren, als je gaat tuinieren, als je planten gaat verzorgen of gebruiken in je tuin. En klassiek gezien, in de bodem, dat wordt klaargemaakt door te spitten, door te frezen met een machine. En dat is een eerste punt dat eigenlijk totaal afwezig is in natuurlijk tuinieren. Daar zijn heel veel argumenten voor, daar is zelfs heel veel wetenschappelijk onderzoek voor. Er zijn heel veel voorbeelden van waarin dat heel duidelijk te zien is dat niet ploegen, niet spitten, geen bodembewerking eigenlijk oneindig veel meer voordelen heeft dan die jaarlijkse of zelfs tweejaarlijkse spitbeurt, dan dat hakken en dat krabben in de bodem. Dat is allemaal niet nodig. Er is een video op internet, op YouTube, als je Ray the Soil Guy gaat intikken, of als je gewoon straks de termen gaat intikken die er bovenaan de foto staat, dan zal je dat merken of gemakkelijk vinden. Hij maakt eigenlijk een vergelijking tussen een bodem of een veld dat 40 jaar lang niet bewerkt is en een veld dat 40 jaar lang geploegd is. Die velden liggen naast elkaar, dus die samenstelling van die bodem is eigenlijk grotendeels hetzelfde. En wat je merkt is, als je een klomp van die grond in een netje hangt in het water, de grond aan de linkerkant, dat is de grond die nooit bewerkt is geweest, die nooit geploegd is geweest. En daar zit een heel stevige structuur in. Het bodemleven dat erin zit, het plantenleven dat erin zit, die zorgt er eigenlijk voor dat al die grondteeltjes heel goed samenplakken, dat water daar absoluut geen invloed op heeft, dat gewoon blijkbaar een sterke structuur heeft, dat niet afgebroken heeft, dat die onderlinge bindingen tussen die deeltjes heel stevig is. En als je daar dan een klompje grond in hangt van het veld dat jaarlijks geploegd wordt om een goede structuur te hebben, zoals de theorie ons laat, of laat denken, dan zie je dat eigenlijk bijna direct helemaal uit elkaar valt. Daar zit helemaal geen stevige structuur in. Die deeltjes zijn helemaal niet sterk verbonden. Het effect is gewoon dat direct oplost in het water. Dat is op zich misschien niet zo'n probleem, zou je kunnen denken. Maar als je dan een andere test gaat uitvoeren, dan merk je wat het probleem is met een slechte bodemstructuur of slechte onderlinge bindingen tussen de bodemdeeltjes. Als je dan eigenlijk diezelfde grond, die bodem die 40 jaar lang niet bewerkt is, gaat verkruimelen en in een bokaal gaat doen, en die bodem die 40 jaar wel bewerkt is, in een andere bokaal gaat doen, dan gaan we daarop simuleren dat het regent. Men giet water in een potje en dat lijkt alsof het regent en de regen op de bodem valt. En wat je dan direct merkt, is dat die regen in die bodem die niet bewerkt is, die nooit geploegd is, dat die daar eigenlijk gemakkelijk gaat intrekken. Die gaat er heel snel doorlopen en die gaat in dat bakje druppen en het gaat gewoon nog zuiver water zijn. Als je gaat kijken naar de andere opstelling waar de grond in zit die jaarlijks geploegd is geweest, dan zal je merken dat er eigenlijk een kleine centimeter van nat gaat worden en dat dan heel die structuur verdwenen is. Zoals we gezien hebben in de vorige test, verdwijnt die onderlinge binding, die deeltjes die gaan allemaal los oplossen. Die bodem gaat helemaal dichtslagen en dat water blijft er gewoon op staan. Je gaat zien, hier blijft gewoon
een 5 centimeter water opstaan en dat blijft daar urenlang op staan. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt in de natuur als het regent. Als je een bodem hebt die geploegd is, het gaat hard regenen. Zeker in deze periode in de zomer hebben we geregeld eens zware buien. Die regen die gaat direct die bodem dichtslagen, die gaat de structuur helemaal kapot maken en het water gaat gewoon afspoelen, er gaat helemaal geen water intrekken. Dat water dat belangrijk is voor de plantengroei, dat spoelt gewoon weg, dat spoelt af. In België heb je dat heel dikwijls als het zwaar regent, dat je overal modderstromen hebt, dat er straten overspoeld worden met modder die moet weggedaan worden door de brandweer. Ik weet niet wat de situatie is in Nederland, maar ik vermoed dat die wel enigszins te vergelijken is. En als je een bodem hebt die nooit bewerkt is, dan heb je eigenlijk een bodem die water gaat opnemen. Dat water kan de bodem intrekken, dat kan eigenlijk de watergrondlaag aanvullen. Dat vormt een reserve voor later. Je gaat geen afstroming hebben, je gaat geen erosie hebben door die afstroming. Dus het is maar één van de vele voorbeelden die je heel snel kan vinden, die dat aantoont dat geen bodembewerking eigenlijk veel beter is. In het begin, als je dat zou toepassen, als je altijd bodembewerking hebt uitgevoerd, dan zal je merken dat je bodem in de eerste 2-3 jaren het toch wel wat moeilijker heeft. Maar wij merken altijd bij onze cursisten, ook bij onszelf uiteraard, dat je toch moet rekenen dat dat een 3, 4, 5 jaar gaat duren. Dat het systeem zich moet omvormen, dat dat systeem zich moet opbouwen. En dat je na een 4 à 5 jaar eigenlijk een bodem hebt die minstens even goed is als een bodem die jaarlijks bewerkt wordt. En vanaf dan verbetert die structuur constant en dat blijft gewoon verbeteren. De bodem bij ons in Yggdrasil, we hebben een leem-kleibodem. Als het droog is, dan wordt dat een hele zware grond. Als het nat is, wordt dat soms wel een compacte grond. Maar bij ons blijft die structuur eigenlijk altijd heel goed behouden. En we kunnen prei, wortelen, aardappelen, dat kunnen we allemaal gewoon met de hand oogsten. We hebben daar geen materiaal voor nodig, geen gereedschappen. Wij kunnen met onze arm eigenlijk gemakkelijk tot aan de elleboog in de grond, zonder enige moeite, omdat wij ondertussen al 20 jaar geen bewerking meer uitvoeren. En dat heeft gewoon tijd nodig, maar dat gaat langzamerhand de diepte ingaan, die betere structuur. En het is eigenlijk zaak om nooit geen bodemwerking uit te voeren. Dat houdt natuurlijk ook in dat je daar niet op gaat lopen. Wij werken met permanente bedden, of toch stukken waar wij nooit op lopen. Wij hebben vaste paden, omdat als je daarop gaat lopen, dan ga je natuurlijk altijd die bodem terug samendrukken. En dan is er wel natuurlijk een bodembewerking nodig. Maar dus een spade, een spitvork, en zelfs, zoals de vraag hier staat, een woelvork, is eigenlijk iets wat wij nooit gebruiken. Wat wij ook proberen te vermijden. Ik weet dat dat niet evident is als je dat gewoon bent. Het is ook zo wat ik ga vertellen over die bodem, dat dat ook samenhangt met allerlei andere maatregelen natuurlijk. Als je een bodem gewoon bloot gaat laten, als je daar geen voeding gaat insteken, als je dat, wat we verderop nog gaan zien, als je dat bodemleven dat erin zit niet gaat ontwikkelen, niet gaat voeden, dan kan je ook geen structuur opbouwen natuurlijk. Het is het bodemleven in je bodem dat ervoor gaat zorgen dat die structuur er komt. En als je gaat spitten, als je je bodem gaat bewerken, dan ga je dat eigenlijk tegenwerken. Je gaat ervoor zorgen dat bijvoorbeeld die schimmels, die echt wel een van de belangrijkste spelers zijn in je bodem, in dat bodemvoedselweb om je bodem te verbeteren, dat die telkens terug afgebroken worden. Schimmels, dat roept meteen bij heel veel mensen toch negatieve gevoelens op. Heel veel mensen springen dan direct naar sproeimiddelen om schimmels, dat is slecht voor planten, om die weg te krijgen. Maar schimmels zijn eigenlijk noodzakelijk in een bodem. Laat je nooit vertellen dat schimmels slecht zijn, dat je geen schimmels in je bodem mag hebben om groenten te kweken. Er gaan verhalen over rond dat je evenwicht, of dat je een bacteriedominante bodem moet hebben om groenten te kweken. En dat schimmeldominantie, dat is voor een bos en voor struiken. Maar dat klopt helemaal niet. Schimmels zijn echt cruciaal voor een goede bodemstructuur. Schimmels stoten verschillende stoffen af, bijvoorbeeld een lijmstof die ervoor zorgt dat bodemdeeltjes vastplakken aan elkaar. Die maken heel fijne wortels, zijn dat niet echt hyfen, noemt men dat, schimmeldraden die ervoor zorgen dat die deeltjes of die gronddeeltjes goed vastzitten. En die gaan eigenlijk echt wel een heel belangrijke rol spelen. En door te spitten begrijp je dat wel, dat je die gaat verdwijnen of verwijderen. Maar ook door een woelvork te gebruiken, ga je die schimmelnetwerken verbreken. Ga je er toch voor zorgen dat die bodemopbouw veel slechter gebeurt. Dus ook een drietand, dat is toch ook iets
wat je een beetje in je achterhoofd moet houden, dat elke keer dat je met die drietand door je tuin gaat, dat je heel veel van die schimmelnetwerken vernietigt. En die hebben een hele belangrijke functie naar de bodemopbouw. En niet alleen dat, ook bijvoorbeeld naar de groeikracht van je planten. Schimmels vormen een samenwerkingsverband met alle planten, behalve de koolsoorten. Dus elke plant die in je tuin gaat zetten, die zal op een bepaald moment een verbond sluiten met een schimmel en daar voedingsstoffen van krijgen, mee kunnen communiceren met andere planten. Dus dat is toch wel heel belangrijk, dat je die schimmels de kans geeft om zich te ontwikkelen. En daar hoort eigenlijk bodembewerking niet bij. Wortels van afgestorven planten laten we ook gewoon in de bodem zitten. Zelfs bij het oogsten, als je een sla gaat oogsten bijvoorbeeld, als je enkel de bovengrondse delen nodig hebt, kan je die ook gewoon laten zitten. Als je een kool gaat oogsten, laat dat gewoon zitten. Verstoor je die bodem niet. Als je wortel of prei gaat oogsten, ja, uiteraard moet je dan de bodem gaan losmaken. Dat is evident. Maar alles wat bovengronds geoogst kan worden, sla, winterpostelijn, veldsla, rapen, dat kan je allemaal gewoon afsnijden. Laat die wortels zitten. Die gaan traag verteren. Die zorgen voor organisch materiaal in de diepte. Die gaan er ook voor zorgen waar dat ze verteerd zijn. Dat er kleine kanaaltjes zijn waar dat water door naar beneden kan geraken. Waar dat andere wortels zich in kunnen wortelen. Waar dat zuurstofuitwisseling plaatsvindt. Dus zeker laten zitten. Er is geen één reden om die eigenlijk weg te halen. Wij gebruiken gereedschap om te wieden. In zware bodems, dus in stukken die we nog niet zo heel lang in cultuur hebben, gebruiken wij een spitvork om de bodem soms wat op te heffen. Op paden bijvoorbeeld, als we distels gaan uittrekken, dan breken die heel gemakkelijk af. En dan steken we soms een spitvork in de grond en heffen we de grond een beetje op, zodat die wortel wat loskomt. Maar in onze bedden bijvoorbeeld hebben we niets van gereedschappen nodig. Gebruiken we eigenlijk ook, naar mijn weten, dat ik zo snel kan bedenken, niets van gereedschappen. Als we in de tuin gaan werken, hebben we meestal een emmer mee om het onkruid in te doen. Een spitvork voor als we paden opkuisen en een sikkel om mulg te oogsten. En daar blijft het eigenlijk bij. Soms nog eens een snoeischaar. Een bodem van een tegeltuin, ook dat hangt wel... Ja, het is iets moeilijker natuurlijk. Het hangt er een beetje vanaf wat dat de ondergrond is. Als daar heel veel... steengruis in zit bijvoorbeeld, dan moet je dat eruit halen. En dan zou ik, wij werken heel veel met compost, omdat dat ideaal is voor planten om in te wortelen, zou ik daar gewoon pure compost in doen. Dat is ideaal om een bodemleven te activeren, om veel voedsel te geven aan je plant. Zand zou ik er een deel uithalen en vervangen door compost. Ofwel gewoon de volgende jaren telkens een laagje compost erbovenop leggen, dat dan door het bodemleven stilaan de bodem wordt ingetrokken. Om nog eens terug te komen op die schimmels. Wij hebben bijvoorbeeld een stuk van onze tuin omgevormd. We hebben daar uitsluitend houtsnippers op gekapt. Al vele jaren lang doen we daar enkel mulgen met houtsnippers. Dat geeft een zeer goede opbrengst. In principe wordt dat dikwijls afgeraden, omdat dat de bodem zou verzuren. Omdat je dan heel veel schimmels gaat krijgen en je hebt bacteriën nodig, zegt men dan, om groenten te kweken. Niks is minder waar, dat is het beste stuk grond dat wij hebben in onze tuin. Dus ook als je bijvoorbeeld enkele tegels gaat uit een stoep halen, dan zou ik daar gewoon een deel zand uithalen en een laag van 10, 12 centimeter compost in doen. En van dan af kan je dat gewoon gaan mulgen met houtsnippers. Als je daar gemakkelijk aan geraakt, dat is perfect materiaal. Daar komt geen onkruid door, of zeer weinig. Dat houdt het vocht heel goed vast. Dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je constant je bodemleven gaat voeden, dat je constant ervoor gaat zorgen dat er voedingsstoffen beschikbaar komen. Bomen, en dus houtsnippers, geen houtschors, maar houtsnippers, die bevatten heel veel mineralen, omdat bomen heel diep wortelen. Die gaan mineralen vanuit de bodem, vanuit de diepte van de bodem, naar boven halen en gaan eigenlijk op die manier ervoor zorgen dat de bodem constant aangevuld wordt met mineralen. Een dichtgeslagen bodem waar ook een ondoorlaatbare laag in zit, is natuurlijk veel moeilijker. Het hangt er een beetje vanaf hoe diep die laag zit, maar in principe, als je tijd en geduld hebt, dan zal ook dat opgelost geraken door specifieke planten te gebruiken. Dat leidt ons wel wat te ver. Maar je kan ervoor kiezen om dat de eerste keer mechanisch te doen, met een kraan bijvoorbeeld, of met een machine. Ofwel om dat door de tijd heen te laten doen, doordat je planten gaat zetten die die laag gaan doorbreken, en doordat je gewoon veel geduld hebt.
Wij doen altijd alles bovengronds. Dus wij gaan compost bovenop de grond op bodem leggen. Wij proberen altijd om het bodemleven te voeden. Want ik zeg wel, de bodem is het belangrijkste dat je hebt. Maar het is eigenlijk wat er in de bodem zit dat het belangrijkste is. Heel dikwijls, of ik denk dat de meeste mensen dit al wel gezien hebben, dit een voedselbodemweb noemt men dat, en met verschillende niveaus. Je hebt de hele kleine, je hebt bacteriën, schimmels, nematoden, en dan heb je iets grotere, nog grotere, en dan kom je uit bij echt ja, grotere dieren, zoals mollen, zoals vogels. Maar dat zijn allemaal onderdelen van dat bodemvoedselweb. Maar wat heel dikwijls niet gezegd wordt, of waar heel weinig aandacht aan besteed wordt, is eigenlijk aan de basis van dat bodemvoedselweb, en dat is organisch materiaal. Dus afgestorven wortels van planten die je laat zitten. Als je bijvoorbeeld iets gaat terugmaaien, dan zal er ook een deel van de wortels verdwijnen en omgezet worden. En organisch materiaal dat jij er bovenop gaat leggen. Dus bijvoorbeeld compost leggen we altijd bovenop de grond, omdat je op die manier eigenlijk, ja, als je naar de natuur kijkt, de natuurlijke manier van werken gaat volgen. Alle organisch materiaal in de winter, in de herfst liever, valt bovenop de grond en wordt dan eigenlijk door het bodemleven, de bodem ingetrokken. Regenwormen doen dat, heel veel andere dieren doen dat ook. Bacteriën gaan dat aanvallen, schimmels gaan dat aanvallen en beschikbaar stellen voor andere niveaus van bodemvoedselweb. En op die manier gaat dat eigenlijk steeds dieper en dieper de bodem ingeraken. Wat wij doen is een superstart nemen met compost. Je kan dat ook trager doen door dat gewoon groen materiaal te mulchen, bijvoorbeeld grasmaaisel, haagscheersel. Als planten afsterven kan je die ook gebruiken. Dat is iets wat we aanraden om te doen als je bodem al een beetje compost gezien heeft, als die al wat op orde geraakt is. Wij proberen altijd, mensen willen snel resultaat, willen snel beginnen, willen snel verbetering zien. Dus raden wij toch altijd aan om als je kan compost te gebruiken. Hè. Liefst groen compost dan nog. Maar in principe is alle compost goed. Om compost te gebruiken die dat dan al een beetje geënt is met bodemleven en ervoor gaat zorgen dat je bodem heel snel gaat verbeteren. Dus die compost doen we er bovenop. En dan krijg je het bodemleven dat die stil aan de bodem gaat intrekken. Een heel belangrijke factor daarin is de regenworm. Charles Darwin heeft daar zelfs een heel boek over geschreven. En zijn conclusie, hij heeft daar jarenlang onderzoek naar gevoerd, als je dat zelfs zou kunnen doen naar regenwormen. Maar in zijn tijd heeft hij daar heel veel observaties van gedaan. Hij heeft heel veel regenwormen gevangen, heel veel testen uitgevoerd met regenwormen. Zijn conclusie was dat de regenworm eigenlijk de ploeg is van de natuur en essentieel is in elke tuin. Regenworm gaat ervoor zorgen dat je bodem verbetert. Die gaat organisch materiaal, compost, onverteerd materiaal, zoals blad, gras, alles wat je gaat opleggen eigenlijk, gaat die de bodem intrekken. En op die manier gaat hij eigenlijk organisch materiaal dieper in de bodem brengen en de bodem dieper gaan verbeteren. Hij gaat ook de bodem verluchten. De functie van een regenworm is eigenlijk organisch materiaal de bodem inbrengen, maar ook constant materiaal vreten. Dus een regenworm maakt eigenlijk gangen door die grond op te vreten. Er zit een speciale soort bacterie of een speciale soorten bacterie in de maag van een regenworm, waardoor dat de samenstelling van wat een regenworm uitpoept eigenlijk ook gigantisch veel beter is. En terwijl dat die regenworm door de bodem kruipt, gaat hij eigenlijk ook die wanden van die gangen die je maakt verstevigen met een soort slijm, waardoor die veel langer blijven bestaan. Dus op die manier, als je regenwormen hebt, dan zal je organisch materiaal diep de bodem ingeraken, dan zal je een stevige structuur krijgen, dan zal je bodem verlucht worden, het water zal de bodem in kunnen. Natuurlijk is het niet alleen regenworm die dit doet, maar dat is wel een van de zichtbaarste bodemdieren die gaan helpen. En het is echt wel een hele belangrijke die een enorme invloed gaat hebben. En het is een beetje het idee van het nut van mulch. Men heeft ook terug op internet, ga je die video gemakkelijk vinden, denk ik, als je naar regenwormen en test gaat zoeken. Men heeft in een bak eigenlijk verschillende soorten grond gestoken om de aardlaag of de grondlagen te simuleren. Dit is de vruchtbare laag, dit is een iets diepere laag en dit is de hele diepe laag waar dat in principe plantenwortels niet geraken. En dan heb je van boven een dikke mulchlaag, blad, iets waar wij heel graag mee mulchen, wat bijna voor iedereen heel gemakkelijk beschikbaar is. En dan heeft men daar de drie soorten regenworm in gestoken en men heeft eigenlijk regenwormen
die dat heel oppervlakkig gaan werken. Die gaan echt in die mulliglaag, in de bovenste paar centimeters van de grond werken. Je hebt regenwormen die iets dieper gaan, die eigenlijk 10, 20 centimeter diep gaan en de grond voor je groente gaan verbeteren. En dan heb je nog regenwormen die echt de diepte ingaan. Pendelaars noemt men dat. En die gaan organisch materiaal echt een meter diep brengen, gemakkelijk. Die gaan er ook voor zorgen dat regenwater heel gemakkelijk diep geraakt. En als men dat dan versneld gaat afspelen, dan ga je zien dat die laag van dat blad stilaan verdwijnt. Al die donkere of die lichter bruine plekken, dat zijn allemaal uitwerpselen van regenwormen. Dat is dus verbeterde grond. En je merkt dat organische materiaal, die verbeterde grond van die regenwormen, die wordt de diepte ingebracht, die wordt steeds dieper en dieper afgezet. En na verloop van tijd is die bak gewoon helemaal leeg. Al dat organisch materiaal, heel die mulliglaag, is verdwenen, is omgezet, is in die grond afgezet. En dat is dus een manier om je bodem te verrijken zonder dat je die moet bewerken. Je moet je grond niet spitten om je compost de grond in te krijgen. Je kan dat beter op een andere manier doen. Je laat gewoon het bodemleven dat werk doen. Dan heb je veel meer voordelen. Je krijgt een veel betere structuur na enkele jaren. Je gaat je bodemleven opbouwen. Dat organisch materiaal dat passeert langs al die verschillende vormen van bodemleven en wordt dus op die manier ook veel beter. Dat is gewoon ook veel gemakkelijker. Het geeft je veel minder werk. De bodem is bedekt met een mulliglaag en beschermd tegen allerlei omstandigheden. Je gaat geen onkruid hebben. Dus het is eigenlijk alleen maar een voordeel als je gewoon gaat mulgen. Misschien in het begin enkel met compost en dan met plantmateriaal. Maar mulg gewoon. Dan ga je op die manier eigenlijk alle goede dingen krijgen die een bodem nodig heeft, zonder dat je daar iets voor moet doen. Je kan mulgen met dood plantenmateriaal, je kan mulgen met levend plantenmateriaal. Dat maakt op zich eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat levend plantmateriaal gaat toch afsterven. Dat dood plantenmateriaal dat is al iets verder in de cyclus en gaat rapper opgenomen worden. Het maakt eigenlijk op zich niet zo heel veel uit. Dat is wat er gebeurt met aarde die een regenworm gaat opvreten. Dus alle mineralen die planten nodig hebben, die nemen toe, hoe vreemd het ook mag lijken, want dat komt door de samenstelling van die bacteriekolonie in de darmen van regenwormen. En wat heel belangrijk is, wat toch ook wel mag gezegd worden, grond die door een regenworm passeert, die heeft een pH 7. Dus alles wat verteld wordt over kalken in je moestuin, over kalken op je gazon, vergeet dat gewoon. Mulg. Geef organisch materiaal, ontwikkel je bodemleven en dan zal je merken dat je pH na enkele jaren gewoon vanzelf naar een pH 7 gaat. Organisch materiaal, een veel bodemleven, is veel beter dan dat je elk jaar kalk gaat strooien. Dat kost allemaal geld, dat kost transport, dat kost verpakking. Dat is eigenlijk allemaal niet nodig. Lavameel, ik ga even enkele vragen bekijken. Lavameel, daar kom ik straks nog op terug. We hebben geen probleem met slakken en dat heeft een veel andere, uitgebreidere reden. Dat heeft niet zozeer met mulgplanten te maken. Dat zou ons zeker te ver leiden, want daar kan ik gemakkelijk een uur of twee uur over praten. Ik zie dat we zelfs aan een vragenmomentje gekomen zijn, dus dan ga ik zeker even verder gaan. Hoe dik maak je je mulglaag? Ook dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het hangt er een beetje vanaf welk materiaal je gebruikt. Een algehele regel is, hoe fijner je materiaal, hoe fijner of hoe dunner je laag. Als je gras gaat mulgen, dan doe je dat enkele centimeters dik. Als je een blad gaat mulgen, dan doe je dat al 5, 6, 7 centimeter dik. Als je stro gaat mulgen, dan mag dat al gerust een 15, 20 centimeter zijn. Dus dat hangt heel hard af van het materiaal en de grofheid van het materiaal. Maar je kan rekenen, hoe groener en hoe dunner, of hoe fijner, hoe dunner je moet mulgen, hoe donkerder en hoe groffer, hoe dikker je mag mulgen. Dat is zowat de stelregel die je kan gebruiken. Het idee in een natuurlijke moestuin is altijd, probeer het gewoon. Er zijn heel veel vragen nog over natuurlijke moestuinieren. Niemand heeft alle antwoorden, ook wij niet. Ook wij maken nog altijd fouten. Wij proberen nog altijd nieuwe dingen, alhoewel dat we al 20, ondertussen al 24 jaar bezig zijn. Het is het plezier, of een van de plezieren van tuinieren, is gewoon experimenteren. Probeer het. Lukt het heel goed? Lukt het niet? Probeer iets anders. En dat is dan een stap naar de volgende. Is de combinatie van smeerwortel, heermoes en netel een effectievere mulg dan een andere? Op zich niet, denk ik. Wij adviseren altijd om gewoon divers te mulgen met wat je beschikbaar hebt.
Heb jij een beukenhaag? Heb jij een buxushaag? Heb jij een klimophaag? Heb je gras? Heb je veel blad? Heb je houtsnippers? Mulch gewoon met wat je hebt. Je moet dat niet speciaal gaan zoeken. Je moet dat niet speciaal gaan samen rapen. Mulch gewoon met alle materiaal dat je hebt. Hoe kom je aan voldoende mulchmateriaal? Dat is denk ik voor zowat iedereen een probleem de eerste jaren. Het is een beetje een manier, we gaan er straks bij randen nog op terugkomen. Mulch is zoiets wat in het begin een vraagteken is en na een tijd zie je in alles mulch. Het is eigenlijk een beetje een andere manier van kijken naar je tuin. Alles wat organisch is, kan je gebruiken als mulchmateriaal. Dus in principe, iedereen heeft wel iets van gazon of van haagjes of planten om te snoeien. Onkruid dat er opgroeit. Dat kan allemaal gebruikt worden als mulch. Planten dichter bij elkaar zetten zorgt ervoor dat je minder mulch nodig hebt. We gaan straks over randen hebben. Heel veel randen die je kan planten, kunnen een bron zijn van mulch. Een van de ideeën of een van de principes van de ontwerpprincipes van permacultuur is dat je voor één plant verschillende functies moet voorzien. Als één plant geen verschillende functies heeft, maar slechts één functie, dan is het geen goede plant in je tuin. Dus op die manier kan je door je randen op te vullen, zoals we straks zien, planten zetten die verschillende functies hebben, waarvan één van die functies dan bijvoorbeeld het voorzien van mulchmateriaal is. Die slakkenwerkwijze op de site van Yggdrasil, is er een link naar gratis webinars en daar staat er denk ik uitleg over slakken. Blad verwijderen van het gazon is beter van niet, hangt er een beetje van af. Als je dat op je gazon laat liggen, dan is dat meestal niet zo goed voor het gazon. Als je dat verwijdert, kan je dat ergens anders beter gebruiken, in mijn ideeën. Stro weghalen bijvoorbeeld, kan je doen. Als je dat bij een manege kan gebruiken. Zaad van onkruid gaat kiemen, inderdaad. Je moet uiteraard enkel onkruid gebruiken dat niet in zaad komt, dat niet in bloei staat, liefst zelfs. Maar zelfs dan hebben wij in onze tuin toch heel dikwijls redelijk wat mulchmateriaal van materiaal of van onkruiden die goed groeien, maar waar we tijdig bij zijn en die we op die manier gewoon kunnen laten liggen. Brandnetels kan je ook perfect gebruiken. Als ze niet in bloei staan, dan kan je die zeker gebruiken om te mulchen en ga je dat zelf niet krijgen. Als je brandnetels gaat mulchen, ja, die in bloei staat, maar dat geldt voor alle planten. Als je die gaat mulchen als ze in zaad staan of in bloei staan, dan is dat eigenlijk een beetje om problemen vragen. Dus dat moet je toch wel proberen te vermijden. Adviseer je blad en zo te hakselen. Houtsnippers zou ik sowieso altijd hakselen. Blad doen wij niet hakselen, maar daar rijden wij met een grasmachine over. Omdat het dan wat gekneusd is, al wat in stukjes is. Als je gewoon blad in zijn gave toestand, normale toestand, gaat gebruiken om te mulchen, dan wil dat heel snel wel eens op elkaar gaan plakken. En dan gaat het niet verteren, maar dan gaat het de bodem afsluiten en heel lang blijven liggen. En dat is niet de bedoeling. Het is toch beter als je dat wat gaat kneuzen. Met een bladzuiger kan dat eventueel ook. Dat zijn niet altijd de populairste dingen in natuurlijk tuinieren, maar als het werkt en een nut heeft, dan zie ik niet in waarom ik het niet zou gebruiken. Maar ik kan er ook gewoon... Wat wij doen, is wij verzamelen dat in kruiwagens en dan spreiden we dat open op ons gras en dan rijden we gewoon met het grasmachine over. Dan is het ineens opgevangen en dan is het gekneusd, in stukken gescheurd. En dan is het eigenlijk het beste materiaal om te mulchen dat je kan indenken. Nog enkele vragen voordat we verder gaan, want we moeten natuurlijk ook nog de onderwerpen die ik voorzien heb afwerken. Moet je bijvoorbeeld brandnetels klein snijden? Het hangt er een beetje vanaf. Als je grof kan mulchen, als je tussen overblijvende planten, meerjarige planten mulcht, dan kan het absoluut geen kwaad om brandnetels in hun geheel te laten. Als je tussen groenten moet gaan mulchen, als je tussen fijne kiemende plantjes moet gaan mulchen, dan is het toch gemakkelijker als je dat klein maakt. En als je dat dan veel gemakkelijker tussen die dingen kan leggen, zonder dat je die gaat bedekken. Een blad in een vuilniszak nat maken en na een jaar gewoon laten liggen. En dan heb je heel goede bladcompost. Je kan het in een vuilniszak, als je wat meer ruimte en een blad hebt, kan je het bijvoorbeeld in van die witte big bags doen. Maar dat zijn eigenlijk ideale manieren om of gewoon op een hoop gooien. En het jaar daarna is dat perfect materiaal om te gebruiken. Mijn visie op gier is dat dat iets is wat je niet mag gebruiken in een moestuin. Dat is misschien heel kort gezegd, maar er is een lange uitleg achter. Maar ik denk dat het heel veel werk is voor iets wat eigenlijk meer kwaad doet dan goed.
Voilà, mixen met ander materiaal. Hoe meer diversiteit, dat is ook iets wat regelmatig gaat terugkomen, hoe meer diversiteit je gaat gebruiken in je compost, in je muggenmateriaal, in de mengeling van muggenmateriaal, in de soorten planten die je zet, in alles wat je doet, hoe meer diversiteit, hoe beter eigenlijk voor je tuin en in dit geval voor je bodem. Voilà, de vragen zijn even gestopt. Dus dan gaan we verder. We waren met de bodem bezig, daar straks is ook al lavameel gepasseerd. Het is iets waar wij ook eigenlijk meer toevallig eigenlijk op gebotst zijn. Wij hadden een stuk grond vanachter dat onze zelfpluktuin is. Daar staan heel veel struiken waar mensen fruit zelf kunnen komen plukken om te verwerken tot confituur bijvoorbeeld. En het probleem was dat daar gigantisch veel heermoes staat, of stond, liever gezegd. Iedereen kent dat wel, denk ik. Kattenstaarten noemt men dat ook. Ik weet niet dat dat in Nederland noemt. Maar dat is iets zo'n plantje dat dit is misschien een duidelijke foto. Als je dat uittrekt, dan breekt dat gewoon af. Die wortels kan je uitgraven, maar je kan nooit het einde vinden, want die zitten heel diep. En we zijn dan eigenlijk gaan kijken naar waarom dat wij die plant hadden, naar de functie van die plant. Voilà, heermoes. Die functie blijkt te zijn dat die vooral op compacte, gecompacteerde bodems groeit en ook op arme bodems, bodems arm aan mineralen. En het idee achter die plant is eigenlijk dat die heel diep wortelt, dat die met zijn wortels uit de diepte, uit eigenlijk puur ongerepte grond, mineralen naar boven gaat halen, die dat dan door die plantmateriaal elke winter bij het afsterven op de bodem worden afgezet. En zo geleidelijk aan wordt die bodem dan verbeterd en terug aangevuld. Dat was voor ons een idee. Dat wat klopte wel. Wat we dan deden was de heermoes gewoon aftrekken en laten liggen om het iets te versnellen, dachten wij. Maar dat was gewoon onbegonnen werk, want als je op het einde was, dan stond hij van voor alweer mooi te pronken. Dus dat was echt niet te doen. En ik denk dat bij veel mensen die heermoes hebben, dat een heel herkenbaar probleem is. We zijn dan nog iets verder gaan zoeken, hoe dat we die functie van die heermoes eigenlijk konden vervangen. Zodat die, in principe, als die bodem rijk was aan mineralen, zou die heermoes ook wegblijven, want dat was zijn doel in het leven, laat ik het zo zeggen, eigenlijk vervuld. En dan zijn we bij lavameel uitgekomen. Lavameel is een restafval eigenlijk van groeves. En dat bevat heel veel mineralen, heel veel sporenelementen, of sporenmineralen eigenlijk ook, die dat er momenteel in onze bodems nog maar zeer beperkt of zelfs niet aanwezig zijn, maar die wel heel belangrijk zijn. We hebben dat dan uitgestrooid op onze bodem, we hebben dat in de vorm van lavagruis gedaan dan. En wij merkten na de eerste keer dat we dat gedaan hadden in de winter, dat er eigenlijk in het voorjaar nog nauwelijks heermoes opkwam, terwijl dat die echt gigantisch rijk stond in het begin. Het was precies een grasveld. En dan hebben we dat nog eens herhaald en sindsdien hebben we eigenlijk geen last meer van heermoes. Dat heeft ons ook verder doen nadenken. Dit hadden we ook al wel gezien. Je leest wel wat en je krijgt wel wat toegestuurd. Door de gangbare landbouw die dat heel eenzijdig bemest, is eigenlijk het gehalte aan voedingsstoffen in de bodem en in de voeding sterk gedaald. Daar is nog wel wat discussie over. Maar ons idee was om dat tekort aan elementen in de bodem aan te vullen met lava. En sindsdien doen we eigenlijk overal waar dat wij groenten planten, waar dat wij werken, doen wij lava, gruis of lava, meel, een beetje afhankelijk van de toepassing, doen we dat eigenlijk in de bodem. Dus als je gaat beginnen, ergens elke tegels gaat uithalen, als je ergens een nieuwe plant gaat zetten, dan doen we daar altijd lava, gruis bij. In het plant gaat lavagruis en lavameel. Wij verkopen dat, maar dat is natuurlijk voor jullie geen oplossing. In principe, in een intratuin denk ik dat je dat wel kan kopen. Misschien moet je dat wel eens vragen. Maar overal waar het producten van DCM verkopen, bijvoorbeeld, kan je dat gewoon vastkrijgen en bestellen. Want DCM verkoopt dat. Dus ik denk als je dat even wat opzoekt in tuincentrums, dat je dat wel kan vastkrijgen. Er zitten heel veel verschillende elementen in. Er zitten silicium, aluminium, natrium, magnesium, de meer bekendere elementen in, maar er zitten ook heel veel onbekende, echt sporenelementen die in minuscule hoeveelheden nodig zijn, maar echt wel nodig zijn, omdat ze toch hele belangrijke functies vervullen in de werking van planten. En wat heel hard opvalt, is dat hier ook niks van stikstof in zit. Toch heel belangrijk om te benadrukken,
ook met die vraag van Gier daar straks in het achterhoofd. Ik ben ervan overtuigd dat stikstofbemesting en stikstof in het algemeen gewoon heel veel kwaad doet in je tuin. Stikstof is iets wat planten doet groeien, maar wat wij in veel te grote hoeveelheden toedienen. Alleen al door de regen komt er al stikstof in de bodem, omdat er overal stikstof zit. Als je water geeft, overal zit stikstof in, overal zit er veel stikstof in. Het is echt niet nodig dat wij daar nog eens stikstof gaan bijvoegen. Dus probeer alles waar stikstof of veel stikstof in zit te vermijden. Dus ook bijvoorbeeld gieren, bijvoorbeeld compostteeën, alle soorten mesten, bemeste tuingrond. Dat is allemaal niet nodig. Meststoffen doen eigenlijk meer kwaad als goed in een tuin. Dus ik zou het zeker niet gebruiken. Lavameel is een soort van vervanger. Lavameel bevat heel veel mineralen, maar dan in andere concentraties en ja, heel veel andere soorten. Er zit pakweg een 80-tal soorten in, terwijl je in een gangbare meststof heb je een stuk of 5-6 meststoffen. Dus het is iets helemaal anders, maar het gaat wel van groot belang zijn. Verstuift het niet, je kan ook gewoon het gruis gebruiken, dat is een korrel, en die kan je gewoon zo openspreiden. Het lavameel moet je echt wel in een plantgat doen of op de bodem leggen. Dat kan je niet zomaar opengooien, want dan gaat inderdaad heel veel wegwaaien. EM is ook iets wat gebruikt kan worden, maar oh ja, daar is ook weer een heel verhaal achter. Wij gebruiken het niet, omdat het om te beginnen al heel veel werk is. Wij proberen eigenlijk te tuinieren met zo weinig mogelijk werk. Onze manier is gewoon organisch materiaal op de bodem te leggen. En die effectieve micro-organismen, die komen dan wel. Die zijn overal. Die komen wel als je voedsel geeft. EM, bokashi is misschien goed voor tuin, voor keukenafval, als je niet veel plaats hebt. Maar om het echt op grote schaal gaan doen, dat weet ik toch ook niet. Je kan het, als je het in de keuken gebruikt, perfect gebruiken in je tuin. Dat is zeker een mogelijkheid. Maar dat is iets wat wij niet gebruiken, omdat het op het begin al heel veel werk is. Lavameel vervangt meststoffen. Niet echt, het werkt iets anders als meststoffen. Meststoffen zijn eigenlijk ontwikkeld om de plant te voeden. Lavameel is eigenlijk meer ontwikkeld om je bodemleven te gaan voeden. Lavameel gaat ervoor zorgen dat verschillende processen in planten kunnen doorgaan, maar ook verschillende processen in je bodemleven. Je gaat een sterker en robuuster bodemleven krijgen en daardoor gaan ook je planten veel sterker zijn. Planten nemen hun voedingsstoffen op in samenwerking met het bodemleven. Dus het een versterkt het ander. Een plant gaat niet aan zijn voedingsstoffen geraken als er geen goed bodemleven is. Daarom ook dat gangbare meststoffen helemaal anders werken. Die worden eigenlijk opgedrongen aan planten in grote hoeveelheden. Met nog eens een gift van zouten om die meststoffen te dragen. Zouten zijn slecht voor je bodemleven. Te veel aan meststoffen zoals stikstof, fosfor en kalium zijn slecht voor je bodemleven. Dus het werkt eigenlijk een beetje anders. Ik vind het niet echt een vervanger van meststoffen. Meststoffen zijn in mijn ogen compleet overbodig. En die lava, dat zorgt gewoon voor andere factoren, voor andere processen die je gaat krijgen of gaat wensen in je tuin. Wij strooien dat bovenop de grond. Dat wordt even goed door het bodemleven omgezet, door het bodemleven opgenomen. En je kan het in principe ook niet te veel gaan geven. Je gaat daar niets in verstoren, je kan dat niet te veel geven. Dat is een gesteente. Dat wordt gewoon traag afgebroken als er behoefte aan is. In principe kan je in pure lava planten gaan kweken. Je kan je afvragen waarom dat er vroeger bij de voet van vulkanen zoveel mensen gingen wonen. Ook nu nog trouwens, misschien iedereen kent wel het verhaal van Pompeji, een grote Romeinse stad die vlakbij een vulkaan lag. Mensen gaan daar wonen omdat er vruchtbare grond is. En die vruchtbare grond is er omdat er heel veel lava in de bodem zit. Dus te veel, dat kan niet. Betekent dat daarom dat je heel veel moet strooien? Ook niet. Wij doen dat in het begin, wij geven een 300 gram per 10 vierkante meter. En dat doen we enkele jaren na elkaar en dan is het genoeg. Dan zit er lava in de bodem. De bodem is aangevuld en daar stopt het voor ons. Je moet dat inderdaad ook niet blijven doen. Maar het is wel heel belangrijk in mijn ogen. En dan vooral naar bestrijding van planten. Of anders gezegd, naar de bescherming van de plant zelf. De beschermingsstoffen die een plant maakt, beschermingsprocessen die een plant maakt. Om maar bijvoorbeeld iets te zeggen. Heel veel van die sporenelementen, van die sporenmineralen,
die er niet meer in de bodem zitten, hebben een belang in de opbouw van secundaire metabolieten. Dat is een moeilijk woord, maar daar bedoelt men eigenlijk gewoon mee om stof op te bouwen die niet cruciaal zijn voor de groei van een plant, maar een andere functie hebben. En een functie is bijvoorbeeld de smaak van een plant versterken. Dus een plant die dat genoeg mineralen heeft, ook de zeldzamere, de minder voorkomende, die zal beter smaken. Maar andere voordelen van die metabolieten zijn bijvoorbeeld dat ze in de afweer werken. Er gaan specifieke etherische oliën bijvoorbeeld in een blad zitten die een geur afgeven, die plaaginsecten waarschuwen van ik ben een gezonde plant, hier moet je niet zijn. Er zijn geurstoffen die dat waarschuwen dat de plant toxische stoffen heeft. En op die manier gaat er eigenlijk voor zorgen, als je lavameel gaat toedienen, dat je een beter bodemleven krijgt, dat je planten beter voedingsstoffen gaan kunnen oppakken, maar dat ze ook zichzelf beter kunnen beschermen, omdat alle processen van die plant kunnen doorgaan, al die ja, minder belangrijke processen, zoals in de gangbare landbouw wordt gezien, die niet echt ja, noodzakelijk zijn voor de groei van een plant, maar die wel noodzakelijk zijn voor de plant om zichzelf te kunnen beschermen, om te communiceren met andere planten. Bijvoorbeeld een plant die aangevreten wordt door een rups, die kan als de secundaire metabolieten goed werken, als die goed aangemaakt worden, stoffen vrijstoten of uitstoten die dat de natuurlijke vijanden van die rupsen gaan aantrekken. Dus op die manier ga je merken dat dat lavameel echt wel cruciaal is, echt wel een belangrijke rol speelt. De planten gaat sterker maken, maar toch ook niet echt werkt als een meststof. Dus het heeft een vergelijkbare functie, maar het is gewoon zoveel meer. Het gaat zoveel meer doen in je tuin, ongeacht of je nu groente kweekt, of dat je gewoon een tegeltuin gaat maken of enkele tegels gaat uitsleuren uit je trottoir en daar wat klimmers gaat inzetten. Het werkt voor alles, het gaat alle planten sterker maken. Het werkt eigenlijk ja, ongeacht of je kruiden, groente, fruit of sierplanten zet. Dus zeker als je dat vastkrijgt, zou ik dat toch zeker gebruiken. Het heeft in onze tuin alleszins al een heel groot verschil gemaakt. Ik zou dus inderdaad geen paardenmest gebruiken als je dat wilt gebruiken, omdat je daar heel gemakkelijk beschikking van hebt of ter beschikking hebt, dan zou ik het gewoon laten composteren. De stikstof die erin zit of de vrije stikstof die in die mest zit, die wordt dan vastgelegd, gaat een deel uitspoelen, een deel verdampen en dan heb je compost waar veel minder stikstof in zit en die veel beter geschikt is om groenten in te kweken of te gebruiken voor je planten. Het heeft ook niet echt een gelijkaardig effect als kalk. Het is toch nog net iets anders. Dus die lava, iets wat, ja, wat wij toch altijd aanraden. Je krijgt een beter bodemleven, een betere groei daardoor, sterkere planten. En je gaat gewoon geen bemesting meer nodig hebben. Misschien nog als afsluiter over die bodem. Het is een traag proces. Zoals ik al zei, het is iets waar je toch zeker een 3, 4, 5 jaar voor moet rekenen. Ook een beetje afhankelijk van je startsituatie. Als je op echt hele slechte grond startte, zoals wij, we zijn echt op hele slechte grond gestart, dan kan het ook wel wat langer duren. Wij hebben een 6 à 7 jaar toch moeten werken om onze bodem echt heel goed te krijgen. We hebben daar heel veel organisch materiaal in gestoken in de vorm van compost. En dat is toch wel nodig. Soms wordt er gezegd, ja, maar compost, dat moet ik dan van ergens anders gaan halen. Ik zou dat graag allemaal zelf maken. Ik zou graag een gesloten circuit hebben op mijn tuin, echt een kringlooptuin. Dat kan uiteraard ook. Je kan je planten gaan opkweken, dat composteren en dat gebruiken, maar dan gaat het gewoon langer duren. Het eindeffect zal hetzelfde zijn, maar het duurt gewoon langer. Compost is zoiets goed, is zoiets gemakkelijk. Als je daar ja, de eerste jaren dat moet gaan bijhalen, ik zou daar geen al te groot probleem van maken, ik zou daar niet over vallen. Het zal de opstart gemakkelijker maken. En gewoon ja, veel hard of enorm versnellen, wat ervoor zorgt dat je toch verschillende jaren gaat winnen. We zijn aan het einde gekomen van dit deel van de bodem. Misschien als samenvatting iets wat ik toch graag zou hebben dat je gaat onthouden. Dat is misschien niet heel duidelijk uit voortgekomen, daarom dat ik toch speciaal wil zeggen op het einde, alles wat je gaat doen in je tuin vanaf nu, als je iets gaat doen in de bodem, hou dan in je achterhoofd. Bedenk dan altijd, wat gaat dat effect zijn op mijn bodem? Als je gaat spitten, of je wilt graven, of je wilt iets anders doen, bedenk dan altijd, gaat dat een negatief effect hebben op mijn bodemleven? Ga ik mijn bodem verstoren? Als het antwoord ja is, ja, dan zou ik het eigenlijk gewoon achterwege laten. Moet je spitten? Nee, denk ik. Je gaat je bodemleven verstoren. Moet die compost de grond in? Nee.
Je kan die er gewoon bovenop leggen. Je zal zien, dat gaat ook de bodem ingeraken. Dus probeer dat toch te beperken, dat graven en dat werken in die bodem. Probeer alles er gewoon bovenop te leggen, zoals in de natuur gebeurt. En dan zal je merken dat dat eigenlijk ook allemaal ook lukt. Dat dat ook allemaal werkt. Dat het gewoon iets langer duurt, iets anders. Maar dat je eigenlijk je natuurlijke, je natuurlijke omgeving, dat je dat bodemvoedsel hebt, dat je die bodem stilaan gaat opbouwen. En daar heb je alleen maar voordelen van als je langer blijft tuinieren de jaren die komen. Het tweede gedeelte, randen. Heel belangrijk, denk ik toch ook vanavond, omdat ik vermoed dat er ook wel mensen bij zitten die een kleine tuin hebben, of misschien zelfs alleen maar de voorkant van de stoep kunnen gebruiken en hier en daar wat plekjes hebben bij een tuinhuis of een draad tussen de buren. Groenteplantjes moeten inderdaad geplant worden, aardappels moeten geoogst worden, uiteraard, maar in de natuur kan je dat vergelijken met everzwijnen die in de bodem graven, met konijnen die pijpen maken. Dus er zal altijd gegraven worden in de bodem, dat zal ook altijd nodig zijn, maar probeer dat gewoon te beperken. Het is niet nodig dat je elk jaar je bodem 2 spaden diep gaat omploegen. Het is niet nodig dat je om de 2 weken je bodems te laag gaat harken. Voilà. Dus probeer dat gewoon te beperken daar waar het noodzakelijk is. Dus randen. In gangbare biologische en zelfs ecologische tuinieren wordt daar nauwelijks iets over gezegd. Er zijn wel randen in een tuin. Dikwijls zijn dat dan de rand van de tuin. Hè. Is dat een haag, een draad? Maar heeft dat eigenlijk geen functie of bijdrage aan een tuin? Niet spitten, zei ik inderdaad. Ja. Niet spitten. Zeker niet spitten. Dus die randen die worden meestal als iets gezien dat er is, terwijl dat eigenlijk in een natuurlijke moestuin enorm belangrijk is, een onderdeel vormt en zelfs een heel belangrijk onderdeel vormt van je tuin. Het is iets waar ik het zelf in het begin moeilijk mee gehad heb, maar ik hoop toch dat door de uitleg vanavond dat je dat, het belang ervan gaat begrijpen en wat wij zien als rand ook gaat begrijpen. Het is niet zo dat dat een draad een rand is, of dat alleen een draad een rand is, en dat een muur een rand is, dat zijn randen, maar het gaat veel breder als dat. En dat ga ik proberen uit te leggen, zodat je daar ook toch mee aan de slag kan in je eigen tuin. Dat je je tuin toch ook enorm kan veranderen als je je randen effectiever gaat gebruiken. Misschien beginnen met een verhaaltje. Ik heb het van mijn moeder gehoord. Zij vertelde dat vroeger wel eens, als zij les gaf over randen, over haar jonge tijd. Mijn moeder is ondertussen 72, dus we praten over een andere tijd als we momenteel hebben. En zij vertelde over, toen was er bijvoorbeeld nog geen televisie, en mensen zaten op de stoep buiten. Er waren ook geen groot warenhuizen. Iedereen winkelde in zijn eigen dorp, en er was dus een slager en een bakker. Er was een stoffenwinkel, er was een groentewinkel, er was een winkel voor ijzerwaren, er was eigenlijk allemaal kleine winkeltjes. En iedereen ging van winkel tot winkel, liep over straat, passeerde, babbelde even, roddelde even waarschijnlijk ook, vermoed ik. Maar iedereen kende iedereen. Er was heel veel sociale controle. En als je nu zou kijken, iedereen redt met zijn auto uit zijn garage naar de winkel. Winkelt daar, praat misschien wel met de kassière, maar stapt dan terug in zijn auto en rijdt naar huis, gaat naar binnen. Kijk naar tv, doet de rolluiken toe en er is eigenlijk helemaal niets van rand. Die rand was vroeger de stoep. Die rand was vroeger heel belangrijk voor een maatschappij. Die is momenteel helemaal verdwenen. Was die belangrijk? Is die nog belangrijk? Daar kan je over debatteren. Maar ik denk dat toch heel veel mensen niet erg zouden vinden als er terug meer sociaal contact zou zijn tussen buren. Als we eens terug wat meer zouden buiten zitten en babbelen met elkaar. Dus dat is een beetje de rand, een overgangszone is dat eigenlijk. Randen worden nu heel dikwijls negatief gebruikt. De kern is positief, de kern van de zaak, kernwoorden. We willen allemaal bij een groep horen, bij de meerderheid horen. Niemand zit graag in de marge. Denk maar aan het woord marginale, dat is heel negatief. Leven in de marge, dat is ook heel negatief. Dat gaat niemand positief vinden. Terwijl eigenlijk die rand enorm belangrijk is. Ik denk maar bijvoorbeeld nog maar even terug aan natuurlijk tuinieren. Was iets, misschien zelfs nog altijd, wat in de rand is.
wat nog maar weinig mensen doen, maar wat eigenlijk heel belangrijk kan zijn, hopelijk zal worden, en wat ooit de kern zal worden, maar bijna alles wat nu kern is, was ooit rand. Alle revoluties, alle vooruitgangen, dat is altijd ergens in een rand begonnen. Randen zijn zones waar kan geëxperimenteerd worden, waarvan alles gebeurt. Ook in de natuur is dat zo, dus randen zijn echt wel heel positief, alhoewel dat wij in onze maatschappij eigenlijk negatief bekijken. En daar willen we toch iets aan veranderen. Je moet proberen om in je tuin eigenlijk zoveel mogelijk rand te creëren. Daar komt het op neer. Grenzen moet je omvormen naar randen en randen moet je extra creëren op alle mogelijke manieren, op alle mogelijke niveaus. En dat zal ervoor zorgen dat jouw tuin veel meer leven krijgt. Je kan het op veel manieren. Een pool, klein of groot, een begroeide muur is een rand die je gaat veranderen van grens waar niets is, naar eigenlijk een overgangszone tussen die muur en je tuin. Een rij planten, een haag, een takrail, maar zelfs een plant op zich, zoals we gaan zien, kan al een rand zijn. Als we gaan kijken naar de natuur, naar heel dichte natuur, ons lichaam, onze longen, dat is ook een heel belangrijke rand. Bijvoorbeeld, als je gaat inademen, gaat dat eigenlijk, die longen is een rand, is een overgangszone tussen de lucht buiten en het bloed in ons lichaam. En je merkt dan dat ons lichaam alle moeite van de wereld doet om die rand zo groot mogelijk te maken. We beginnen met een luchtpijp die in twee splitst naar onze longen, maar die gaan dan verder opsplitsen en splitsen en splitsen en blijven splitsen en dan nog eens splitsen en uitmonden in longblaasjes die dat, als je dat zou openplooien, verschillende vierkante kilometers beslaan. Dus een belangrijk proces, elk belangrijk proces moet ik zeggen, in de natuur bestaat of heeft hele grote randen. Denk aan onze darmen die helemaal gekronkeld zijn met darmvlokken. Denk aan onze nieren. Denk aan onze hersenen. Denk bijvoorbeeld in de natuur aan een kanaal. Wij graven een kanaal recht, want dat moet vooruit gaan. Dat schip moet hard kunnen varen. Er mogen geen obstructies zijn. Dat moet de kortste weg zijn. Natuur doet dat zo niet. De natuur gaat meanderen. Je gaat extra rand creëren, omdat die extra rand van dat meanderen, dat gaat enorm veel meer leven creëren. Je krijgt snelstromend water langs de buitenkant. Dat geeft totaal ander leven als dat traagstromend water langs de binnenkant. Een heel ander ecosysteem, een heel andere vorm van leven en gewoon heel veel andere kansen aan andere vormen van leven. En dat is eigenlijk wat je moet doen als je randen gaat creëren. Je moet proberen om diversiteit, om heel andere soort ecosystemen te maken en op die manier er eigenlijk voor zorgen dat je veel meer leven krijgt in je tuin. Kijk maar bijvoorbeeld naar een boom. Je zou dat ook kunnen maken uit vier grote bladeren. Maar de natuur doet dat niet. Dat is een heel belangrijk proces. Dat is een overgangszone, een blad. Dat is een zone waarin dat het licht wordt opgevangen en omgezet wordt naar energie en op die manier naar suikers als voedsel voor de plant. De natuur vindt dat een belangrijk proces en die gaat heel veel kleine blaadjes maken. En als je ook weer al die blaadjes zou naast elkaar leggen, dan praat je niet over tientallen vierkante meters, maar dan praat je over honderden, duizenden vierkante meters. En dat is dus een manier van de natuur om een belangrijk proces zo efficiënt mogelijk uit te voeren en daar zoveel mogelijk rand te voorzien. En dat gaan we dus ook doen in onze tuin. Bij alle belangrijke processen, dus bij tuinieren, bij het voorzien van leven in je tuin, wat dat een heel belangrijk proces is, gaan we proberen om die randen zoveel mogelijk te vergroten, om zoveel mogelijk ruimte te maken en eigenlijk op die manier zoveel mogelijk leven in onze tuin te halen. En randen gaan we merken, dat vormt natuurlijke patronen. Uitgebreid ingaan op die natuurlijke patronen zou ons misschien te ver leiden. Ik heb er daarom enkele heel herkenbare uitgenomen, bijvoorbeeld vertakkingen. Vertakkingen zijn gebruikt door de natuur, miljoenen jaren ontwikkeling. En is de natuur tot deze vorm uitgekomen, wat toch wel zal betekenen dat dat wel heel goed is. De boom is eigenlijk een ideale structuur voor transport, die vorm van vertakking. Dus je hebt een centrale stam, waar dat alle water en alle voedingsstoffen uit de bodem wordt geconcentreerd. Dat wordt uit de wortels naar boven gehaald, naar een centrale stam. En vanuit die centrale stam wordt door steeds meer vertakkingen eigenlijk naar elk topje, naar elk bladje, zo efficiënt mogelijk alle voedsel, alle mineralen, alle water vervoerd. En omgekeerd, vanuit al die topjes, vanuit al die bladeren, wordt al die suiker, al die energie zo efficiënt mogelijk getransporteerd naar de wortels, naar het bodemleven. Dus die structuur van die vertakkingen met een centrale plek,
die dat dan steeds verder en verder vertakt, dat is eigenlijk de ideale manier om massatransport te doen. En dat hebben wij ook vertaald bijvoorbeeld in onze moestuin. Geen rechte paden met rechte zijpaden, maar de vorm van een boom. Dus een centrale stam met steeds fijnere vertakkingen, omdat je op die manier eigenlijk zo efficiënt mogelijk kunt verplaatsen door je tuin en ook zo efficiënt mogelijk je oppervlakte gaan benutten. Dus je gaat op deze manier het minste aantal oppervlakte in pad hebben en het meeste oppervlakte in teeltoppervlak of teeltgrond. Dus dat is een voorbeeld hoe je die randen kan vergroten of die natuurlijke patronen die ontstaan bij het gebruik van randen kan benutten. Bijvoorbeeld ook spiralen, dat is dan een golfbeweging die erin zit. Wij planten onze groenten in golven, omdat je op die manier eigenlijk veel meer kan benutten. Je kan op een golf veel meer kwijt als op een rechte lijn. Onthoud, de kortste afstand tussen twee punten is een rechte lijn. Als je een golf gaat maken tussen die twee punten, dan ga je meer afstand afleggen en daar kan je dus ook meer planten op zetten. Op die manier, door het gebruik van golven, kan je eigenlijk op hetzelfde stuk grond meer groente kweken. Ik weet, dat klinkt heel raar, mensen geloven dat ook altijd niet, maar je moet dat gewoon eens proberen en dat levert een winst op van ongeveer een 20-25% aan opbrengst. Dus dat is gewoon enorm belangrijk als je naar die patronen gaat kijken en die gaat toepassen. Maar niet enkel op je bedden, ook bijvoorbeeld met hagen. Als je een haag zet, is het ook heel belangrijk dat je die golfbeweging gaat toepassen. Ook in de hoogte kan je dat toepassen. Zet wat hogere bomen tussen lagere bomen. Als je een haag hebt, scheer ook af en toe eens een plant niet, dat die wat kan uitstruiken, dat die wat groter wordt. Op die manier ga je eigenlijk een diversiteit hebben in de hoogte. En ook dat gaat weer een ander soort leven aantrekken en gaat ervoor zorgen dat je tuin ook weer al veel diverser wordt. Misschien nog eentje, voordat we pauze nemen. Een flowform, ik weet niet of dat iedereen dat kent, maar dat is eigenlijk een structuur waar dat je water gaat in laten lopen en je laat die erboven inlopen. En die gaat eigenlijk een specifieke vorm volgen. Eigenlijk een lemniscaat, een oneindigheidstekenbeweging. En dat gaat ervoor zorgen dat dat water eigenlijk een extra kracht krijgt. Ook dat klinkt misschien raar, maar door die beweging van dat oneindigheidsteken wordt dat water eigenlijk gemineraliseerd, is dat niet. Dat wordt geënergetiseerd. Er is onderzoek naar geweest en men heeft dat zo niet echt kunnen bevatten. Maar bijvoorbeeld, men heeft twee verschillende poelen met de volledige dezelfde samenstelling. Aan de ene heeft men flowforms gezet en aan de andere heeft men gewoon een fonteintje gezet. En het water dat via de flowform of de poel, waar er een flowform was, die bevatte geen algen, was het water van betere kwaliteit en de plantengroei van betere kwaliteit als de poel waar dat geen flowform stond. Men heeft onderzoek gedaan of dat meer zuurstof in het water zou brengen, maar dat bleek niet zo te zijn dat meer mineralen in het water zou brengen. Dat bleek ook niet zo te zijn. Het is gewoon dat het water die oneindigheidsbeweging maakt, dat terug zijn natuurlijke beweging kan maken. Daar is heel veel lectuur over. Als je dat wilt, kan je daar eens over opzoeken. Je zal er heel snel heel veel over vinden. Maar ook dat is iets wat je perfect in je tuin kan integreren. En dat zal ervoor zorgen, gewoon doordat je zo'n reeks van die stenen legt, dat water wordt hierop gevangen en dat wordt terug naar boven gepompt. Dan ga je merken dat er heel snel dieren op afkomen om te drinken, bijvoorbeeld. Je gaat daar heel veel vogels hebben die zich daar komen wassen. Je gaat een klein poeltje hebben waar dat je ander leven gaat aantrekken, andere planten gaat aantrekken. En dat kan al in een zeer kleine tuin. Een poeltje kan gewoon zijn een emmer of een cementkuip die je ingraaft. Een vijverfolie die je ingraaft. Dat moet op zich helemaal niet veel zijn of spectaculair zijn. Het is vooral het idee dat je met kleine ingrepen eigenlijk heel veel kan doen. Heel veel verschil kan maken. Zelfs al doe je dat niet met die flowform, zelfs al zet je maar gewoon een borrelsteen, ook dat zal heel veel invloed hebben op je moestuin, op het leven in je moestuin of je tuin. En dat zijn eigenlijk dingen die je niet heel veel vragen. Dat zijn speciale stenen die een speciale vorm hebben. Er zijn workshops, ik denk trouwens dat het iemand is in Nederland, in de buurt van Eindhoven, die workshops geeft. Momenteel niet waarschijnlijk. Maar ik kan ze direct niet op zijn naam komen. Maar ook als je dat gaat googlen, Flowforms Eindhoven, dan zal je daar heel snel op uitkomen. Die geeft workshops waarin je zo'n van die flowforms kan maken. Ook zal je heel snel video's vinden op internet. En dat is eigenlijk ook iets wat je
eenvoudigweg kan kopen of maken en dan kan aanbrengen in je tuin. Rande praktijk dan, dat was een beetje de theorie erachter. Hierna, of na de pauze, ik zie dat het al 9:10 is. Ik stel voor dat we een korte pauze nemen, een zestal minuten tot kwart na, en dat we dan gewoon verder gaan met het tweede deel, dat we gaan kijken hoe je randen in praktijk in je tuin kan brengen, en wat we allemaal verstaan onder randen, en dat we dan naar het derde deel gaan, de liefde, wat in mijn ogen toch ook enorm belangrijk is in je tuin. Dus ik stel voor dat we even afsluiten, blijf gewoon allemaal wel ingelogd, maar ik kan even iets drinken, even je benen strekken, een toertje doen, en dan starten we binnen een vijftal minuten terug. Tot zo dadelijk, zou ik zeggen.
Voilà, het is ondertussen 8:15 geworden. Misschien even testen of dat mijn geluid terug opstaat en alles terug werkt. Dus als je mij kan horen, typ dan even iets in de chat en dan kunnen we verder gaan. Voilà, er wordt druk getipt, dus prima. Oké. Dus randenpraktijk. Randen zijn belangrijk, dat hebben we al wel gezegd. En dus de grenzen, elke tuin heeft grenzen, elke tuin heeft meestal zelfs veel grenzen. Probeer die niet te zien als een grens, maar probeer die om te vormen tot een rand, want dat zijn wel degelijk verschillende dingen. En begin dan, het gemakkelijkste is met de buitenste randen, dat zijn meestal ook de grootste randen, en vorm die dan op een of andere manier om. En dan steeds verder naar binnen, steeds kleiner en kleiner, totdat je echt op het minuscule, kan je zeggen, op landniveau zit, maar ook daar kan je nog heel veel doen om extra rand te creëren. En wat is dan uiteindelijk de bedoeling? Dat heb ik al wel gezegd, maar het is om zoveel mogelijk diversiteit te kweken, om eigenlijk zoveel mogelijk leven te verwelkomen in je tuin op allerlei verschillende manieren. Hoe kan je dat dan doen? Als je een gevel hebt, dan kan je daar gewoon tegels uithalen, kan je daar een randje maken waar dat je grond in kan doen, aarde kan indoen, compost kan indoen. En dan kan je daar heel veel. Je kan daar ofwel naast potten zetten, wat je in potten gaat kweken. Je kan daar bijvoorbeeld, een rozelaar heeft niet veel nodig, een draad zetten tegen de muur en daar een rozelaar op kweken. Hier staat een passiflora. We hebben voor een muur ook een bloembak gemaakt waar we van alles in kunnen kweken, van Zuiderse groenten en Zuiderse kruiden, omdat die heel veel zon krijgt. Dus in principe kan je heel veel dingen kweken langs een muur. Bijvoorbeeld ook groenten. Ik denk dan aan een olijfkomkommer bijvoorbeeld. Aan dingen die groeien of klimmen. Als je daar een draad tegen vijst, kan je dat daar inzetten. Maar je kan ook andere dingen dat extra leven gaan aantrekken. Dat moet ook niet altijd groen zijn. Maar bijvoorbeeld een bijenhotel aan een muur hangen kan al veel doen. Een vogelnest, een vogelkastje kan al veel verschil maken. Of bijvoorbeeld de klimop tegen muur laten groeien. Ook dat brengt enorm veel leven mee. Het zal je muur groen maken. Het gaat bessen vormen. Het gaat bloemen vormen voor insecten. Het maakt bessen als eten. Het zal ook heel snel dienen als nestplaats voor vogels. Die gaan heel dikwijls in van die klimop zitten. Dus op die manier ga je eigenlijk heel snel gemakkelijk leven kunnen creëren. En een muur, die dat anders gewoon een muur is, kan je zo omvormen naar een rand waar dat verschillende soorten leven in komen. Misschien een opmerking daarbij is dat je niet moet uitgaan van ik wil dat of dat soort dier aantrekken, maar dat je eigenlijk beter gewoon van alles kan voorzien. Voorzie een voedselplaats, voorzie een slaapplaats en kijk dan wat er allemaal komt. Dat werkt dikwijls veel beter. Je zal merken dat dat ook heel snel komt. Bijvoorbeeld, we hebben in onze tuin een composttoilet staan en we hebben daar een constructie rondgebouwd met eigen materiaal. Dus houtblokken van onze tuin, van een haagkant en leem, dat we op leembodem zitten die we opgegraven hebben. En in principe was het enkel de bedoeling om gewoon een huisje te hebben waar dat een toilet in stond. Maar wat we heel snel merkten was dat er langs de buitenkant, langs de zonnekant, in de leem, heel veel schoorsteenmetselwespen kwamen, die dat, daar een gangetje in maken en met de aarde of de leem die ze uit dat gangetje halen, eigenlijk van die schoorsteentjes maken. En daar dan, als ze dat terug dichtmaken, breken ze die schoorsteentjes terug af. Dat is schitterend om te zien. Op zich is dat natuurlijk ook weer niet zo speciaal. In die houtblokken komen ook bijen en wespen. Maar wat heel belangrijk was voor ons, was toch ook om te weten dat die soort zijn larven niet voedt met pollen of met nectar, maar dat hij dat doet met levende rupsjes. Zij vangen rupsjes in de tuin, wat wij natuurlijk heel leuk vinden. En zij gaan die bij dat eitje leggen. Dus zij leggen geen pol bij dat eitje, maar zij leggen daar een dood rupsje bij. Dood is het natuurlijk ook helemaal niet, want als dat zou dood zijn, zou dat heel snel rotten. Maar zij kunnen een rupsje vangen door dat een steek te geven, juist achter zijn nek, waardoor dat die verlamd is. En zo leggen zij heel veel eitjes met elke een rupsje bij. Dus als je weet dat daar honderden van die pijpjes op staan elke zomer, dan weet je dat er duizenden van die rupsjes gevangen worden. We hebben natuurlijk een grote tuin, maar het is maar om aan te tonen dat je heel veel dingen kan doen zonder dat je kan weten wat er gaat gebeuren. Daarom is mijn advies, probeer niet dat en dat te zetten om die en die aan te trekken, maar zet gewoon van alles. Kijk wat er mogelijk is, welke plant je ter beschikking hebt.
Maar verander die grenzen gewoon in randen. Zet hagen, zet klimmers, haal wat stoepstenen eruit en zet daar andere planten in. Laat die groeien tegen je muur. En je zal heel snel merken dat er wel van alles opkomt. Misschien ook dingen die je niet verwacht. Misschien minder, zeer waarschijnlijk meer. Maar zelfs een gestapelde rij hout gaat heel veel leven aantrekken. Daar gaan dieren in overwinteren, daar gaan dieren nesten in maken, daar gaan dieren onder zitten. Als je zo'n stapel ontstapelt of afbreekt in de winter, dan zal je merken dat er heel veel leven in gezeten heeft. Je kan ook een hotel maken met dat hout, waar het dan gaatjes inboort met verschillende materialen. Maar je kan het dan ook nog eens laten begroeien met planten die verschillende functies hebben. Hier staat er bijvoorbeeld rond dat insectenhotel een olijfkomkommer. Dat is een plant die heel snel gaat groeien. Die gaat daar helemaal overgroeien. Heel vaak merk je dat er ook vogelnestjes in komen, dat er andere nestjes in komen. Er komen heel veel kleine bloemetjes aan die wespen aantrekken. Wespen die je planten gaan bestuiven, die dat andere dieren gaan pakken. En er komt nog eens eten aan ook. Dus dat heeft heel veel verschillende voordelen. En daar kan je dan op verschillende manieren mee werken. Als dat afsterft, dan heb je heel veel mulchmateriaal. Je kan het ook bijknippen voor mulchmateriaal. Dus op die manier kan je eigenlijk één plek waar je in principe niks of gewoon een insectenhotel gaat zetten, omvormen tot een plek waar je heel veel mee kan doen en wat verschillende functies gaat hebben. Om over water te praten, ook dat is heel belangrijk in een tuin, maar dat moet helemaal niet veel zijn. Wat wij doen als wij een kruidenspiraal maken, de kruidenspiraal die we daar straks hebben gezien, dat is deze. Als hij juist is aangelegd, dan maken wij hier altijd, of we maken aan elke kruidenspiraal, een waterpartij. Eigenlijk hier graven we altijd een vat in, of een kuip. En we vullen die met stenen, dus die moet gevuld zijn met stenen, zodat er niemand kan invallen, zodat er ook geen dieren invallen en verdrinken. Maar we vullen die met stenen en dan met water. En dan is dit het resultaat. En je ziet in op onze koer, dat zijn allemaal stenen. Daar is niet veel mogelijkheid tot leven. En toch zit er al vele, vele jaren een kikker in die kuip. Als het regent, als het hard regent, dan staat onze koer meestal blank. En dan zie je die dikwijls door de regen zwemmen. Hij zit dikwijls gewoon ook met zijn ogen boven. Het is ook zo dat... ik zal dit foto nog eens pakken. Dat... De deur die je hier ziet, dat de ingang van mijn winkel is. En dat is op een meter afstand van die kuip met water waar dat die kikker in zit. En heel dikwijls als de winkel open is, dan passeren daar mensen. En dan zit hij op zijn steen of in het water te kijken. Dus zelfs water vlakbij een doorgang, water op een koer waar alleen maar bestrating is, zelfs dat trekt dieren aan. Dus het is niet zo dat je moet zeggen van... Die put is 60 centimeter. Je moet eigenlijk een bak of een kuip pakken die minstens 60 centimeter diep is, zodat het water nooit tot van onder bevriest, zodat alle leven dat erin zit kan overleven. Dus probeer altijd een bak te pakken die diep is. Maar ook dat moet niet als je een kleine tuin hebt en je hebt niet veel mogelijkheden. Je kan ook gewoon een ondiep bad ingraven en dan het laten opdrogen. Dan heb je iets van een moeraszone. Dat gaat weer ander leven aantrekken, dat gaat andere planten aantrekken. Dus als je iets hebt, probeer er gewoon iets mee te doen. Het moet niet altijd perfect zijn. Elk ecosysteem gaat dieren aantrekken. Het zal andere dieren, het zal andere plantengroei aantrekken, maar dat is eigenlijk ook een beetje het idee dat je gewoon andere omstandigheden aantrekt. Als je gewoon een draad hebt met klimop langs twee kanten en een groen gras... met aan de ene kant allemaal hortensias, ja, dan heb je niet veel diversiteit. Maar als je een stuk klimop hebt en een beukenhaag, en aan de andere kant heb je dan een fruithaag, en je deelt je gazon in, en je plant hier en daar nog wat kruiden tussen, een groentetuin. Op die manier ga je eigenlijk een grote diversiteit hebben. Je legt nog een kruidenspiraal, je zet wat bloempotten erbij met andere dingen. Dan ga je gewoon een heel andere tuin hebben, en een heel andere begroeiing, en ook heel ander leven. Muggen... Dat komt in een gezonde vijver niet voor. Dan heb je altijd wel andere dieren die muggenlarven gaan opeten. Op zich maakt het ook niet veel uit welk materiaal dat die bak gemaakt is. We hebben al cementkuipen gebruikt, we hebben van die oude regentonnen gebruikt. Ik zou geen metaal gebruiken, want dat gaat roesten. Maar wij gebruiken eigenlijk altijd plastieke kuipen die we ergens krijgen of vinden. Dus op die manier kan je eigenlijk materialen hergebruiken. Ook afbraakmateriaal kan je gewoon opstapelen.
op een helling of gewoon een heuvel van maken, zodat je daar bijvoorbeeld mediterrane kruiden kan opzetten. Ook dan ga je weer heel ander leven aantrekken, andere planten komen daarop. Dus je kan dat laten gaan en zien wat er gebeurt. Je kan daar bewust op gaan planten en onderhouden. En dat, ja, het is eigenlijk je verbeelding of je inspiratie die je gaat tegenhouden of gaat motiveren of gaat vooruitstuwen. Dus je kan eigenlijk met heel veel dingen heel veel doen. Op kleine oppervlaktes ook. Wij hebben een grote tuin, dus bij ons is alles groot. Maar je kan ook gewoon een kleine steenhoop maken. Je kan een stukje van je moestuin of van je tuinen van achter laten verwilderen en kijken wat ermee gebeurt. Welke planten er komen, welke dieren er komen. Dus het is gewoon heel veel mogelijk op kleine oppervlaktes. Wat staat er langs de trap geplant? Dat is een rijsmeerwortel, hebben we hier gezet. Woelmuizen is een ander verhaal. De tijd is te beperkt om daar nog dieper in te gaan, maar dat is wel een groot probleem in een tuin. De oorzaak van woelmuizen is vooral dat je geen bodembewerking meer uitvoert. Dus dat is iets wat nog niet zo direct op te lossen is. Het was inderdaad smeerwortel. Dit is bijvoorbeeld een kaardebol. Nu zitten we al op een kleiner niveau, dus geen muren meer, geen grotere zones meer. Maar om maar een idee te geven dat een rand eigenlijk alles kan zijn. Bijvoorbeeld een kaardebol is een plant die redelijk groot wordt, maar die heel veel bloemen maakt. Die bloeit eigenlijk vanuit het midden en dan gaat die zo naar boven en naar onder toe uitbloeien. Dus je ziet dat hier dat die al wat verder is. Ik weet niet goed hoe het beeld overkomt bij jullie. Dit is van dichter, hier zie je dat dan. Dat die eigenlijk midden begint te bloeien en dan gaat die zo uitbloeien naar de buitenkanten toe. We hebben heel veel van die planten in onze tuin, omdat die heel veel voordelen heeft. Een van de voordelen bijvoorbeeld is dat die bladeren een afsluiting vormen en dat er altijd water in staat. Er staat altijd vocht in. Dus daar komen vogels en andere insecten aan drinken. Er is altijd water in de tuin op die manier. Zelfs als het heel droog is, staat er nog vocht in. De plant pompt daar zelf ook wat van zijn sappen in, om daar altijd water in te houden. Die maken heel veel kotjes of hokjes waar het zaad in zit, waar heel veel vogeltjes in komen, om dat zaad op te eten, meestal in de winter dan. Die hokjes, als die leeg zijn, die vormen ook overwinteringsplaatsen voor allerlei soorten insecten. Dus op die manier heb je eigenlijk één plant die dat heel veel functies heeft. En dat is wat je toch moet proberen te bekomen. Het is een mooie plant, maar hij voorziet drinken, hij voorziet voedsel voor bijen, hij voorziet voedsel voor vogels, hij voorziet overwinteringsplaatsen. En als je zo een beetje gaat nadenken over de planten en de indeling van je tuin, dan kan je eigenlijk voor zorgen dat je toch op een kleine tuin of met een beperkt aantal planten heel veel verschil kan maken. En soms denk je van, ja, dat is toch ook maar een beetje, dat gaat helemaal niets doen. Maar als je dan gaat kijken, na enkele maanden, na enkele jaren, dan zal je merken dat al die kleine beetjes toch wel een enorme invloed gehad hebben en dat daar heel veel soorten leven op gaan afkomen, ja, die je zelf niet had bedacht of niet kan bedenken. Maar de natuur is heel vindingrijk en heel veel van die dingen, die vinden ook heel gemakkelijk hun voedsel, hun overwinteringsplaats, hun geschikte locaties. En als je, zoals ik dat straks al laten zien heb, als je overwinteringsplaats voorziet, als je voedsel voorziet, dan komt er van alles. Dat is gewoon zo. Ik heb iemand die een cursus heeft gevolgd bij ons en die woont in het midden van het stad in een afgesloten tuin. En ze had een pool aangelegd en ze had nooit gedacht dat daar leven zou komen, maar ze had dat gedaan omdat wij dat adviseren. En zij was dolblij toen dat er na een jaar al een kikker zat in haar tuin. Hoe dat die daar gekomen was, dat bleef haar een mysterie. Het zal waarschijnlijk zijn aan de poten van vogels bijvoorbeeld, dat dat meegekomen is. Maar leven komt er. Op een of andere manier komt dat er. Je moet gewoon zien dat de omstandigheden goed zijn. Als het tot komt, dat het ook kan blijven. En dat kan je met planten, dat kan je met hagen, dat kan je in het grote en het kleine. Je kan een kleine takrail maken, je kan een grote takrail maken. Je kan een kleine waterpartij of een grote. Je kan groepjes planten bijeenzetten in diverse samenstellingen. Je kan van alles laten gebeuren. Wij laten heel veel planten zelf uitzaaien. Zo'n foto als dit, dat is geen bewuste keuze of dat is geen bewuste aanplant. Wij laten dingen uitzaaien en dan zie je wel wat er gebeurt, wat er tevoorschijn komt. Hier was het de mengeling. Hier zijn het vooral klaperrozen. Maar zelfs allerkleinste planten, zoals die viooltjes, geven weer extra kleur, trekken weer andere insecten aan. En dat is eigenlijk een beetje het idee van randen, dat je gewoon op alle niveaus probeert om diversiteit te kweken, om niet bewust planten te zetten om bewust dieren aan te trekken, maar eigenlijk gewoon bewust planten zet
randen aankleedt, draden volzet, extra draden bijzet, hagen zet, afsluitingen zet, laag of hoog. En gewoon ja, een rij van dit, een rij van dat, zelfs één plant, kan je dat gewoon ja, als rand zien, dat een verrijking is, dat een verandering is. Als je bijvoorbeeld een smeerwortel zou zetten, een symphytum, dan heb je daar ook enorm veel voordelen van. Om te beginnen gaat die al bloeien. Die bloeit altijd, ja, deze periode, begin mei bloeit die altijd. Er komen heel veel hommels op af, dus dat zoomt echt van de hommels. Daarna kan je die terugsnijden en kan je dat gebruiken als mulligmateriaal. Er is ook onderzoek geweest, symphytums of smeerwortels, die trekken heel veel spinnen aan. Onder een symphytum, onder een smeerwortel, zitten er gemiddeld 7 soorten spinnen. Waarom? Dat weet ik niet. Maar je ziet maar dat dat toch een enorme diversiteit oplevert. En je weet dat niet als je dat gaat zetten, maar het komt gewoon omdat je alles gaat voorzien, omdat je veel diversiteit gaat voorzien, en dat bouwt zichzelf op. En hoe meer diversiteit, hoe meer soorten je ook gaat krijgen, en hoe meer soorten je daarvan weer gaat krijgen. Hoe breder je basis, hoe breder je soorten planten, hoe breder ook de top gaat zijn. Dus groenteplanten laten we ook zelf uitzaaien, al is dat wel met enige beperkingen. Maar heel veel kruiden en zo laten we ook gewoon zelf uitzaaien. Sommigen doen dat beter dan anderen, maar dat is ook iets wat een ontdekkingsreis is op zichzelf. We hebben daar een beetje een systeem voor, wij noemen dat wandelende kruiden of wandelende planten, maar dat vraagt ook een lange uitleg. Dat soort dingen staat in mijn boek, ja. Invasieve soorten bestrijden wij handmatig, hangt er een beetje vanaf wat het is. Invasief is voor ons iets wat wij niet in onze tuin willen, omdat het te veel woekert. Dat is bijvoorbeeld hop, dat zijn bramen, dat is een inheemse smeerwortel. Maar er zijn ook invasieve soorten die wij wel in onze tuin willen. Bijvoorbeeld, we hebben verschillende buddleia's staan, dat wordt ook niet zo positief ervaren door velen. Maar het is een beetje afwegen. Zevenblad, dat bestrijden. Dat proberen wij langs de randen te houden en niet in onze moestuinbedden, omdat dat toch alles gaat overgroeien en dat is dan ook weer niet de bedoeling. Maar dat proberen we wel weg te krijgen. Ja. Dus die randen, dat is iets wat je echt breed kan opvatten. Het is eigenlijk vooral de bedoeling dat je je muren en je draden en je hagen gaat vervangen of gaat omvormen tot iets met diverse soorten planten, waar je heel veel verschillende dingen in kwijt kan. Probeer ook altijd, als je fruit zet, of als je plaats hebt bijvoorbeeld 3 soorten fruit, zet dan geen 3 soorten bessen. Of als je 3 soorten bessen wilt zetten, zet dan soorten die op verschillende tijdstippen klaar zijn. Probeer dat ook te variëren in cultivars, in oogsttijdstippen. En op die manier kan je eigenlijk een enorme diversiteit creëren. Een olijfkomkommer, dat groeit volgens mij overal in. Dat is iets dat verschrikkelijk hard groeit. En dat zal zeker een haag opgroeien. Het blijft dan natuurlijk de vraag of dat de hager niet te veel last van gaat hebben. Maar dat is iets wat perfect mogelijk is. We hebben bijvoorbeeld enkele dode bomen in onze tuin staan. We laten die gewoon staan. We zagen die niet af. We laten die staan en daar zetten we dan bijvoorbeeld olijfkomkommer of Oost-Indische kerstegen. Een dode boom huisvest heel veel leven. En als je die dan nog kan gebruiken als steun voor andere planten, is dat eigenlijk een win-win situatie. Bestrijden doen wij ook nooit. Wij proberen altijd te wachten tot de natuur met een oplossing komt. Evident is dat niet. Maar spijt me zeer, maar ook daar is weer een hele uitleg achter. En daar heb ik nu eigenlijk ook geen tijd voor. Maar probeer zeker te vermijden om gif te gebruiken. En heb geduld. Wat wij merken is toch heel vaak, als je je randen hebt ontwikkeld, als je bodem in orde geraakt, dat je ook heel veel natuurlijke vijanden gaat aantrekken. En dat dan een paar larven meestal geen probleem vormen. Als je dan geduld hebt en de natuur de tijd geeft, dat die wel verdwijnen door sluipwespen, door vogels, door andere roofinsecten. En dat plagen eigenlijk, ja, bij ons, wij hebben eigenlijk zo goed als geen last van plagen. En de enige last waar wij van last hebben, is eigenlijk konijnen en woelmuizen. Veenmollen heb ik geen ervaring mee. Ik weet dat dat heel ambetante beesten kunnen zijn. Maar ik heb daar helemaal geen ervaring mee, omdat wij dat niet hebben. Verwijder gras om een bloemenweide te krijgen. Daar heb ik eigenlijk een andere vraag voor. Wat voor een bloemenweide wil je hebben? Als je een bloemenweide wilt die je
gaat inzaaien met eenjarigen, dan is dat eigenlijk heel veel werk. Dan kan je best gewoon het gras afplagen. En dan moet je eigenlijk, ja, voilà. Dan moet je je bodem heel dikwijls gaan verstoren en bijzaaien. Onze manier is eigenlijk gewoon om het te maaien en af te voeren. Op sommige plekken maaien we het en voeren we het af. Op sommige plekken maaien we het en laten het liggen. Omdat je dan ook weer al twee verschillende soorten ecosystemen krijgt. En weer al extra rijkdom. Maar ik denk dat gewoon maaien en afvoeren de eenvoudigste manier is. En dan komt er spontaan wel een soort bloem die dat daar aanwezig is. De Coloradokever, ja, daar zit ook iets achter. Wij combineren op een speciale manier, waardoor je eigenlijk geen last meer hebt van Coloradokever. Mijn probleem qua natuurlijke vijanden zoals vogels aantrekken, is dat ik kippengaas rondom mijn groente heb, omdat anders mijn kat en katten vanuit de buurt mijn verhoogde bedden gebruiken als kattenbak. Ja, dat zijn van die dingen. Dat is niet zo evident natuurlijk om daar oplossingen voor te vinden. Wij proberen toch te vermijden dat je gaas en netten en zo moet gebruiken, maar soms is dat inderdaad moeilijk te vermijden. Ik ken ook mensen die heel veel duiven bijvoorbeeld hebben, die alles komen oppikken. Katten, honden, dat is allemaal niet zo evident. Ja, daar heb ik niet direct een antwoord op, omdat wij niet met die situatie zitten. Maar ik kan me voorstellen dat dat dan wel moeilijker wordt. Dan zijn we gekomen aan het laatste onderdeel, de liefde. Dat is redelijk kort. Maar ik vind dat toch heel belangrijk. Iets wat volgens mij vaak vergeten wordt. Misschien in een kleinere stadstuin minder vaak. Wordt daar meer aandacht aan gegeven. Maar ik heb toch de indruk dat heel veel mensen die een groentetuin beginnen, dat heel vaak beginnen omdat ze ja, groenten willen kweken. En opbrengst willen hebben. En dat soms ook die opbrengst primeert. Ik ga niet zeggen dat dat opbrengst niet belangrijk is natuurlijk, maar in mijn ogen is opbrengst slechts een deel van een deel van, of echt oogst is een deel van de opbrengst. Ik ben ervan overtuigd, of ik vind dat toch, dat je moet genieten in je tuin, dat dat een heel belangrijk onderdeel is en dat dat ook moet gezien worden als opbrengst van je tuin. Ik denk, ja, dat is moeilijk te zeggen, maar als je enkel focust op die oogst, op dat deel dat je kan opeten, dat je dan heel veel gaat vergeten in je tuin. En dat je dan ook stappen gaat overslagen of te traag gaat vinden of niet wilt zetten. En die opbrengst die komt er wel. De eerste jaren is dikwijls moeilijker, omdat je, als je natuurlijke vijanden wilt aantrekken, je natuurlijk ook een periode die plagen moet tolereren. Als je niet wilt spuiten, dan heb je die plagen. En het is altijd natuurlijk, je moet eerst plagen hebben voor je natuurlijke vijanden hebt. Je moet je bodem verbeteren. Je moet je randen aanvullen of aanleggen. Dat is allemaal niet gedaan op één jaar. Dat vraagt tijd, dat vraagt werk. En ondertussen wil je wel oogst. En dat zal wel lukken. Maar er gaan altijd dingen zijn die niet lukken. Ik denk dat voor heel veel mensen slakken in het begin altijd een probleem is. Ja, naar courgetten toe, naar pompoenen toe, augurken, bonen ook dikwijls. Maar dat is toch, ja, vind ik, ondergeschikt is misschien veel gezegd, maar ik vind dat je toch niet mag vergeten dat een moestuin of een tuin toch ook heel belangrijk is als opbrengst genieten, ontspannen. Er is heel veel stress in deze wereld. En ik denk dat als je een tuin hebt waar je van kan genieten, waar je in kan ontspannen, dat dat ook een enorme opbrengst is en enorm belangrijk. En naar mij toe vooral vind ik mijn tuin heel belangrijk voor kinderlijke verwondering. Dat klinkt misschien ook raar, maar ik vind dat heel veel mensen veel te weinig stilstaan bij wat er allemaal gebeurt in een tuin. Hoe speciaal of hoe moeilijke dingen dieren kunnen doen, hoe ingewikkeld alles in elkaar zit. Een boer of een gangbare boer, of de manier waarop gangbare boeren werken, die hebben dat helemaal niet meer. Die kijken niet meer naar hun bodem, die voelen niet aan hun bodem. Die kijken niet rond, die zitten in een airco van een tractor op 3 meter hoogte op een groot machine. Maar ik vind kinderlijke verwondering met wat er gebeurt in je tuin, met bijen die honing maken, met planten die groeien. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen. En je moet je dan ook afvragen, vind ik, als je een tuin hebt, als je daar een moestuin van wilt maken, waarom dat je dat wilt doen? Waarom heb je een moestuin? Heel veel mensen zeggen, ja, om groenten te kweken. Dat kan, maar dat kan ook gerust zijn om in te zijn, om in te rondkijken, om een ander soort opbrengst te hebben. En ik vind, je moet je daar niet voor schamen. Je mag dat gerust vertellen. Ik vind dat zelfs heel belangrijk. En een van de belangrijkste redenen waarom ik een tuin heb, is omdat je daar
gewoon heel veel dingen kan zien, heel veel dingen kan leren, heel veel ontzag ook krijgt. En een van de redenen waarom wij op Yggdrasil natuurlijk moestuin promoten, is omdat we heel dikwijls merken dat mensen, als ze anders beginnen te kijken naar een moestuin, anders beginnen te kijken naar een natuur, naar hoe dat allemaal werkt, ook anders beginnen te kijken naar andere aspecten van hun leven. En dat is eigenlijk de kern van permacultuur. Dat je respect krijgt voor natuur, voor wat er allemaal kan gebeuren. Ja, denk maar bijvoorbeeld aan een vogelnestje. Je moet eens indenken hoe zo'n dier dat maakt met zijn bek. Je hebt lelijke vogelnestjes van houtduiven bijvoorbeeld, die duwen gewoon wat stokjes in elkaar. Maar je hebt ook vogelnestjes die dat ongelooflijk ingewikkeld zijn, ongelooflijk mooi en zacht. En hoe dat die dat maken, dat is gewoon enorm. En natuurlijk, tuinieren is heel veel observeren. En door dat observeren, respect krijgen en genieten van alles wat er gebeurt, van wat je in je tuin hebt. En dat observeren is niet gewoon kijken, maar dat is echt met al je zintuigen bewust gaan kijken. En daar leer je anders door kijken. Dan kijk je naar bestuivers, wat die allemaal doet. Je gaat die volgen. Je vraagt je af hoe dat zo'n klein plantje, zo'n grote plant wordt, zo mooie kleuren krijgt, met andere nerven. Je kan je tuin omvormen tot een gewone moestuin met alles op rijtjes, of je kan ervoor kiezen om dat allemaal door elkaar te zetten, met kruiden die bloeien, met eetbare bloemen erin. Dus het moet niet allemaal puur productie zijn. Het moet vooral observeren zijn, het moet genieten zijn, vind ik. En observeren, dat doe je met al je zintuigen. Je kan luisteren, gewoon even stilzitten, luisteren naar vogels, luisteren naar andere dingen. Voelen, ook heel belangrijk. Je handen af en toe eens in de grond steken, planten aanraken. Dat kan zeker geen kwaad. Proeven, ook dat is zo. Bijna alles is eetbaar. Let op, er zijn uiteraard veel giftige planten, zeker als je naar sierplanten gaat. Maar er zijn ook heel veel eetbare onkruiden bijvoorbeeld, die dat wij niet meer eten, maar die dat eigenlijk wel een goede smaak hebben, of een lekkere smaak hebben, of een speciale smaak hebben. En dat ga je niet weten zolang je niet gaat proeven natuurlijk. Met de opmerking erbij dat je toch wel voorzichtig moet zijn voor onbekende dingen. Maar kijken en ruiken is ook heel belangrijk. En dat wil ik toch ook wel even benadrukken, dat een tuin meer is als het kweken van groenten. Voor mijn publiek hier is dat misschien ook wel al bekender, denk ik, omdat jullie, ik weet niet wie dat hier allemaal zit, maar als je met stadstuinen bezig bent, dan is het meestal ook al beperkter van oppervlakte en ga je ook anders naar je tuin kijken. Maar ik vind dat toch heel belangrijk, en ik heb de indruk dat sommige mensen daar soms aan voorbij gaan, maar dat is een van de essentiële onderdelen, vind ik, van een moestuin. Dat is je tuin beleven op alle mogelijke manieren. En dat is kinderlijke verwondering voor de spinnenwebben 's morgens, voor de bijen die vliegen, voor alles wat er gewoon gebeurt. En daarmee wou ik toch wel afsluiten. En hoop ik dat jullie veel geleerd hebben, dat het voor jullie ook wel wat waard was. Misschien een korte samenvatting. De bodem hebben we gekeken, dat toch wel essentieel is, de basis. En dan nog niet eens de bodem, maar vooral wat er in de bodem zit, dat je die gaat moeten voeden. Dat je liefst geen meststoffen gaat gebruiken, omdat je dat gaat tegenwerken dan. En dan dat je dan beloond wordt met sterke planten die goed groeien. Randen, heel belangrijk. Iets wat moeilijker is, wat abstracter concept is, maar wat toch op alle niveaus kan toegepast worden en een hele grote invloed gaat hebben. En dan als afsluiter liefde, hè. Verwondering, observeren. Altijd blijven openstaan voor nieuwe dingen. Experimenteren is ook heel belangrijk in een tuin. En dat zijn toch de dingen die dat we willen uitdragen daarmee. Als er nog vragen zijn, ik zie dat het nog niet zo heel laat is. Nog een 20-tal minuutjes voor wie tijd en goesting heeft. Je kan je gewoon inschrijven op de blog en dan krijg je automatisch de nieuwe berichten daarvan. Je kan betalen via donatie, in principe, als je het interessant vond en als je het de moeite waard vond. Na deze webinar word je automatisch naar een pagina genomen waar je een donatie kan doen. Niet verplicht, je moet het zelf weten, maar daar kan je iets doneren. Een klein bedrag is voldoende, 2-3 euro is al goed. En dan ben ik heel blij. En als jullie dan ook blij waren, is het goed. Ik weet niet of dat... heel veel vragen komen er niet meer. Of dat Nadia nog iets wil zeggen, of dat we hierbij kunnen afsluiten. Maar voor mij is het ten einde.
wat zeggen. Namelijk heel erg bedankt voor je inspirerende verhaal. Dank je wel. Het heeft mij persoonlijk alweer allerlei input gegeven om verder te gaan. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus ja, superleuk. Fijn, dankjewel. En ja, normaal gesproken vragen wij aan onze achterban €5 voor een lezing. Dus dat zou ik als een richtbedrag zien. Maar goed, doe wat je wil. Jij doet het altijd anders, geloof ik, Frank. Ja, we doen het heel anders. Ja, nou, dankjewel. Heel graag gedaan. En iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Tot een volgende keer, zou ik zeggen. Ja. Dan nemen we afscheid. Een goede avond, iedereen. En ja, misschien tot nog eens, of misschien ergens anders nog eens. Bedankt en goede avond.